Yes, yes, yes. En we zijn live. Het is vandaag vrijdag 9 oktober. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show. Nummertje 25 alweer. Ja, de live show to escape the rat race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom gaan we ook niet met z'n allen voor onze epic life? En vandaag gaan we daar ook weer aan werken, samen met een topsportster. Gaan we daaraan werken aan onze mindset om die epic life voor elkaar te krijgen. Iedereen weer van harte welkom, leuk dat jullie er zijn. En ook voor de nieuwe kijkers, even wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten hier over investeren en ondernemen. En daar willen we meteen ook even een disclaimertje bij plaatsen. Dat is wat wij vandaag met je gaan delen, is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. En ja, maak jezelf eigenlijk ook gewoon financieel slimmer en mentaal sterker, zodat jij kunt leven op je eigen voorwaardes. Want dat is ook waar Follow Your Wind voor staat. Dus we hopen daar een steentje bij te dragen met deze sessie voor jou. En doe ook echt mee, weet je. We maken deze sessie speciaal voor jou, maar ook met jou. Want je kunt gewoon live vragen stellen. Dus stel ook zeker live je vragen. Ik hou de chat in de gaten voor jou. Als ik denk, hé, dit is een goede vraag op het juiste moment, dan zal ik die ook zeker voor je stellen. Dus doe mee. En vandaag gaan we ook weer uiteraard een hele mooie show maken. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over van hoe kan je nou boven jezelf uitstijgen? Wat zijn de topsportprincipes om te winnen? Hoe ga je om met tegenslagen? Want ja, in het leven hebben we ook te maken met tegenslagen. Hoe gaan we daarmee om? En waarom high performance onzin is en waarom het om peak performance gaat. Dat zal onze gastspreker je ook zeker uit gaan leggen. Nou, uiteindelijk waar het om gaat, we gaan gewoon zakelijk winnen met z'n allen zonder privé te verliezen. Dus ik denk dat het grootste tijd is dat we onze gastspreekster van vandaag erbij gaan halen. En ze zit al klaar achter de schermen. Ik zal haar even introduceren voor jullie. Ze is dus opgegroeid op de boerderij. Ze is vanuit die boerderij is ze wereldbekerkampioen geworden. En ik zeg het goed, het is wereldbekerkampioen. Weet je, veldrijden. Het is niet één keer dat ze kampioen is geworden, maar over het hele seizoen was ze de allerbeste van de hele wereld. Denk daar maar eens over na, weet je. Van die 6, 7 miljard mensen gewoon de allerbeste zijn. Dat is toch gewoon te gek? En vandaag is ze bij ons in de uitzending. Ze is nog als commentator te horen bij Eurosport. En ook radioverslaggeefster voor Omroep Brabant. In 2020 heeft ze ook haar eigen boek gelanceerd. Het leven, dat is pas topsport. Ze is een veelgevraagde spreker over peak performance. Ze begeleidt ook ondernemers en ambitieuze professionals om topprestaties te leveren op basis van hun eigen regels. Ik zou zeggen, geef een heel groot applaus voor onze gastspreker. En jullie weten hoe het werkt, hè? Dat applaus kan je geven op dat duimpje onder die video. Smash daar even op. Natuurlijk abonneer je ook even. Klik op dat belletje, zodat je alle notificaties ontvangt. En dan komt onze gastspreker in de live show. Jawel, we hebben het over Sanne van Paasen. Hallo! Nou, dankjewel voor het applaus allemaal. Ja. En dankjewel voor de introductie. Ja, graag gedaan. En wat tof dat je er bent in deze live show, Sanne. En ik zie dat je met een waanzinnige microfoon headset op zit. Maar dit is jouw Eurosport microfoon, toch? Ja, dit is de Eurosport microfoon. Je zei net, Sanne, jouw geluid kan beter. Ja, ik heb nog wel de master van de microfoons. Die zal ik wel even opzetten. Maar dit is inderdaad het nieuwe thuiswerken 2.0 is natuurlijk ook voor Eurosport aan de gang. Dus daarom zit ik zo thuis mijn verslag te doen. Ah, mooi. En je geeft nog steeds verslag voor Eurosport. Hoe vaak doe je dat? Nou ja, het crossseizoen is net weer begonnen, het veldrijden. Een sport die ik ook heb gedaan. En dat doe ik nu, nou ja, ik hoop heel de winter nog lang, ieder weekend bijna. Maar dat is ook afhankelijk of de wedstrijden dus op dit moment doorgaan. Maar ik heb nu de afgelopen week iedere zaterdag of zondag heb ik wat tof, aangegeven. Ja, leuk om te doen. Ja. Ja, mooi. En je bent dus wereldbekerkampioen veldrijden. Ik weet niet of ik dat goed benoemde, maar echt in het veldrijden ben je wereldkampioen. En je strijdt ook tegen Marianne Vos, toch? Of niet? Ja,
Ja. Ik ben inderdaad, ik heb die wereldbeker gewonnen. En inderdaad, ik strijdde tegen Marianne Vos, Daphne van der Brand, Sophie de Boer. Ja, dat was ook wel een heel mooi moment wat ik toen heb geweten te realiseren. Maar het is voor mij ook wel een beetje misschien wel het kantelpunt waarom ik doe wat ik nu doe. Ah, mooi. Ja, daar gaan we het zo ook over hebben, waarom dat het kantelpunt is. Ik ben allereerst al even benieuwd natuurlijk van waar die passie vandaan komt voor het veldrijden. Ik sprak trouwens gisteren ook nog iemand hier in Malika. Dat is ook een oud collega van jou. En die heeft ook wel eens op de fiets letterlijk achter jou aangereden. Want hij zei, ja, ik kon er op een gegeven moment gewoon niet meer bijhouden. Gewoon. Dus je reed hem gewoon helemaal zoek. Waar komt die passie vandaan voor het veldrijden bij jou? Ja, ik heb gewoon iets met de natuur. En jij zei het straks al in de introductie. Ik ben op de boerderij opgegroeid. Dus ik ben echt een buitenmeisje. Ik kom uit Brabant. En hier heb je dus heel veel natuur. En ja, ik word daar gewoon altijd heel erg blij van. En ik ben ook begonnen met wielrennen als eerste. En toen ben ik gaan veldrijden. En ik merkte gewoon dat er een heel groot verschil zit tussen wielrennen en veldrijden. Want met wielrennen is eigenlijk gewoon lomp, hard fietsen. Je moet wel slim zijn. Maar je hoeft niet per se technisch te kunnen rijden. En veldrijden, mountainbiken, daarvoor heb je technische skills nodig. En dat merk je ook als je in die verkramping zit. Dus je moet echt, weet je wel, fysiek, mentaal, maar je moet ook technisch heel erg goed zijn. En dat vind ik zo leuk aan die sport. En dat is ook wat ik nu ook heb ervaren de afgelopen jaren, ook in het ondernemerschap. Weet je, die body-mind connectie is zo belangrijk. Is dat vanuit het hoofd kunnen we van alles willen, maar het gevoel moet goed zijn. En op het moment dat je gevoel niet goed is, of je bent te gespannen op de crossfiets, dan rij je tegen een boom aan, lig je op de grond, dan presteer je niet goed. En eigenlijk is het in het leven, business-wise, is het precies zo. Ja, mooi. Dus je zegt ook, het gaat om gewoon die drie eenheid van fysiek, mentaal en technisch. Je moet ze alle drie kunnen. Alleen dan word je de allerbeste daarin. Ja, voor de uitzending zei ik tegen jou, misschien moet je microfoon iets dichterbij. Ik denk dat hij een heel klein beetje eraf, dan horen we het helemaal goed. Ja, ik denk dat hij zo net beter is. Maar Sanne, hoe is die liefde voor de fiets ontstaan? Want ik heb wel iets gehoord over het fietsen en je vader. En dat het daar volgens mij ook ontstaan is, toch? Ja, als ik dat altijd vertel, dan worden ze niet zo blij. Want ik zei, als pap ging altijd met een groepje oude mannen fietsen. En ik vond dat eigenlijk wel heel erg speciaal, weet je, dat hij altijd dus met die mannen ging fietsen. Alleen ja, ik had geen mountainbike. Hij ging mountainbiken met ze namelijk. En ik had geen mountainbike. En nou, ik weet nog goed, ik moest altijd een stukje naar school fietsen. En ik had daar heel vaak gezeurd. En ik dacht, dat lijkt me gewoon echt heel vet om te doen. En toen kwam ik op een gegeven moment, toen ik terug fiets van school. En toen kwam ik terug en toen zei ik tegen mijn vader, pap, ik heb het idee. Ik kan gewoon met deze fiets, kan ik ook met jou mee gaan fietsen. En ik had een rode Pietpelle fiets, weet je, zo'n citybike, gewoon een gewone fiets, maar wel iets sportiever. En mijn vader was mijn gezeur een beetje beu, want ik had natuurlijk al vaker gevraagd van, ik wil graag mee. En toen zei hij, ja, ach, weet je wat, Sanne, jij mag mee. Maar mijn hoofd ging meteen ratelen. Ja, oké, ik mag mee, yes, maar ja, ik wil graag een mountainbike. Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Dus toen zei ik van, joh, maar stel je voor dat ik dit heel leuk vind. Krijg ik dan een mountainbike of gaan we dat dan doen? En hij was mijn gezeur denk ik gewoon echt beu. Dus hij had gezegd van, ja, Sanne, als jij ons bij kan houden met jouw Pietpellenfiets, krijg je van mij een nieuwe fiets. Oh. Ja, en ik was er toen dus op gebrand om hem bij te houden. Want ik denk, dan krijg ik mijn fiets, dan kan ik mijn droom gaan realiseren. En inderdaad, ik kon hun bijhouden. En vervolgens kocht mijn vader voor zichzelf een nieuwe fiets. En kreeg ik zijn oude. Kreeg jij zijn oude fiets. En daar is het ontstaan, gewoon vanaf de boerderij, door de modder ploeteren als het ware. En het, ook de liefde voor de fiets en het veldrijden uiteindelijk ook. Ja, zeker weten. Zo is het inderdaad ontstaan. Mooi verhaal is dat. Hoe je dan opeens toch je passie ontdekt, zeg maar. Door gewoon met je vader mee te rijden, zeg maar. Ja. Door het gewoon te gaan doen. Ja, en ik denk dat als het gewoon belangrijk is, hè, dat je gewoon als iets kriebelt en dat je denkt dat je het leuk vindt, ga ermee experimenteren. Dat je het gaat onderzoeken of je er ook echt blij van wordt. Ja, en daar heb ik dat toen al gedaan. Van ja, weet je, ik wilde het gewoon heel graag en ik werd er gewoon heel erg blij van.
Ja, maar had je toen al zoiets van, ik wil wereldkampioen worden? Nee. Nee, dat is echt pas veel later gekomen. En ik ben ook echt... ik heb altijd veel meer een passie gehad voor het trainen en voor het beleven dan, zeg maar, voor het presteren. En ik zei ook altijd, ik heb niet per se die wedstrijden nodig. Ik vind gewoon het, zeg maar, het buiten zijn, het fietsen aan zich vind ik heel erg leuk. En omdat ik er goed in was, kwamen er naarmate wel meer die doelen. En ook om uiteindelijk op jouw manier, echt hoor, een van mijn motto's, als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. En ik kwam er wel achter, als ik goed wil presteren, wil ik met die mensen samenwerken die mij energie geven. Dus toen kwam ik er wel achter van als ik dat wil creëren, heb ik een eigen team nodig. En willen mensen gaan sponsoren, dan is het wel belangrijk dat je ambitieus bent. In plaats van, ik ben Sanne en ik hou van fietsen. En ik vind het leuk om een rondje om de kerk te fietsen. Dus toen ben ik die doelen gaan stellen. En kwam ik er ook wel achter van, dat waanzinnig goed werkt natuurlijk als je doelen stelt. En dan ga je er ook echt in geloven en ga je ze realiseren. Ja, mooi. En Sanne, wat ik me dan afvraag. Hè, veel mensen zijn ook nog wel op zoek naar hun passie, zeg maar. Is daar een manier hoe je dat kunt vinden, zeg maar? Of hoe kijk jij ernaar van je passie vinden? Ik geloof er eigenlijk niet in dat mensen niet weten wat hun passie is. Ik denk dat vaak de uitdaging zit om jezelf toestemming te geven om de dingen te doen waar je echt energie van krijgt. En we zijn, denk ik, vaak geneigd om dingen veel te groot en veel te ingewikkeld te maken. Van is mijn passie fietsen? Ik doe het gewoon heel graag. Ik krijg er heel veel energie van. Dus het begint ermee van, waar word jij blij van? En maak je dan ook de keuzes dat je nog meer energie gaat steken in datgene waar je blij van wordt? En ik denk, volgens mij zit hem daarin, in plaats van, ik weet niet wat mijn passie is. Want als we teruggaan naar wat we als kind zijn leuk vonden, dan zie je heel vaak dat dingen die daaraan gerelateerd zijn, dat je die nu nog leuk vindt. Want jullie zijn nu heel veel met kuiten bezig. Maar was jij vroeger ook al veel met water bezig? Of met avontuurlijke sporten? Of hoe zat dat bij jou? Nee, ik denk dat daar wel het zaadje is ontstaan. En het komt eigenlijk dat we met de ouders altijd naar de camping gingen. En dat vond ik altijd waanzinnig. En we hadden de staarkerven lag gewoon 20 meter van het water. Dus we hadden een zeilboot, we hadden een motorbootje, we deden daar windsurfen. En ik zag mijn broer altijd windsurfen en die scheerde over het water. Maar ik was altijd te jong, snap je? Dus, maar ik heb het wel een klein beetje gedaan. En het was wel mijn reden om hier in Malacca te zeggen, ik ga het windsurfen oppakken. Ja. Want in mijn gedachten dacht ik dat ik het kon. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee, maar... Maar daar is wel die liefde voor water en watersport is daar ontstaan. En dan ben ik mijn ouders nog steeds dankbaar. Dat was onze mooiste tijd daar gewoon. Ja, maar dat is heel vet, hè. Dus jij, zeg maar, van vroeger uit weet je dat jij daar blij van werd. En je hebt jezelf nu toestemming gegeven om te onderzoeken of dat nu nog steeds zo is. Dus... heb je dan je passie gevonden? Ik denk wel dat je je passie hebt gevonden, maar ik denk dat we het vooral niet te groot moeten maken. Sta jezelf toe om de dingen te doen waar je blij van wordt. Of ga weer experimenteren met de dingen van, dat heeft me ooit plezier gegeven toen ik jong was. Is dat nog steeds zo? Ja, en zo ben jij vanuit het windsurfen bij het kitesurfen uitgekomen. En wie weet wat er nog meer uitkomt. Maar antwoorden vind je in beweging. Dus op je vingers bijten, hier binnen blijven zitten. Maar denken waar je passie vandaan komt. Nee, een passie voel je. Dus vooral, het is in beweging komen en dan gaan kijken, word ik er blij van? We moeten er gewoon veel meer op uittrekken en gaan doen en ontwikkelen. En het is ook dus prima om te weten, dit vond ik niet zo leuk. Dan doe je dat niet meer. Dan weet je dat, hè? Ja. En dat is heel mooi. En die energie moet stromen. Dat vind ik mooi, die energie moet stromen. Ja. Maar er zit altijd dat stemmetje, denk ik, ook bij mensen van, maar ik kan daar niet van leven. Weet je, er moet wel brood op de plank komen. En geven we daardoor wellicht geen toestemming om aan onze passie, gewoon in onze passie te werken? Of we gewoon 40 uur per week op om niet aan onze passie te werken, maar om brood op de plank te krijgen? Ja. Hoe kijk jij daarna? Ik vind dat echt een hele grote mindfuck. En dat is nou natuurlijk... ik geloof er heel erg in. Op het moment dat je die twee gaat combineren, dan gaat er heel veel magic komen. Want dan hoef je eigenlijk niet meer te werken. Maar ik kan me voorstellen van,
op het moment dat je in het systeem zit van, ja, weet je, ik werk 40 uur en ik moet brood op de plank komen naar, weet je, ik ga van mijn passie mijn werk maken. Daar zit een heel groot stap tussen. Dus ik denk dat je dat ook in beweging mag komen. Het kan. Ik ben daar een bewijs van. Jij bent daar ook een bewijs van. En er zijn nog veel meer andere mooie verhalen. Maar het begint dat je dus kleine stapjes gaat nemen. En dat je jezelf toestemming gaat geven van, ja, maar ik ga wel die dingen doen waar ik energie van krijg. En als je jezelf ook de vraag stelt van, joh, hoe kan jij ervoor zorgen dat je meer energie van krijgt op je werk? Dus hoe kan je het meer op jouw manier doen? Dus je eigen sausje overheen gooien in plaats van dat je op de automatische piloot dat blijft doen. Dat is heel erg belangrijk. En als dat een automatisme wordt, dan ga je die shift maken naar, oké, hoe kan je nog blijer worden van je werk. Maar op het moment dat je dus nu het gevoel hebt dat je echt moet werken en dat er brood op plank moet komen, kap me zeuren, want daar win je niks mee. Maar ga jezelf focussen van, ga eerst eens energie creëren buiten je werk om. Dus, want wat ik vaak zie is, we zijn zo uitgeput door ons werk, dan gaan we ook uitgeput zijn in onze vrije tijd. Maar begin bijvoorbeeld de dag eerst met een uurtje van, waar word ik vandaag blij van? En ga dat gewoon doen. Doe je tenminste iets waar je energie van krijgt. Wordt je werk minder belastbaar. En dan kan je van daaruit de volgende stappen zetten om misschien een transitie te maken. Ja, dit is mooi, weet je. Dit is echt gewoon wat je zegt. Het is gewoon een mindfuck, weet je. Om jezelf, gewoon iedereen kan zichzelf toestemming geven om de eerste uur van de dag te beginnen met iets waar hij van houdt. Iedereen heeft dat recht. Niemand die dat je verbiedt. Maar in onze mind lopen we het gewoon te verkloten. En gaan we dus iets anders doen. Ik vind het goed dat je dat zegt. En ik merk het bij ons ook. Natuurlijk dat kitesurfen is helemaal ontstaan. We plaatsen nu ook heel veel kitesurffoto's op Instagram. Daardoor volgen ons mensen ook. Niet dat we daar direct meteen iets mee verdienen. Maar ik zie het wel. Nou, straks komen de sponsors. Komen de kitesurfsponsors, snap je? Dus het is wel zo. Stap voor stap ga je naar die... werk je naar die passie toe. En dat is denk ik ook wel goed dat je de toestemming geeft. En je kunt ook, jij houdt van wielrennen bijvoorbeeld, dan heb je kunt geld verdienen met het veldrijden, weet je, door sponsors te vinden. Ik zie ook heel veel mensen, je kunt ook bij een winkel gaan werken waar de fietsen worden verkocht. Weet je, maar dan werk je tenminste daar en ook in je passie, waar je gewoon liefhebber van bent. Ja, en wat ik dus bijvoorbeeld nu in mijn huidige rol heb gedaan, ik ben bezig om ambitieuze mensen, ondernemers en ambitieuze professionals te helpen hoe zij op hun manier topprestaties kunnen leveren. Maar mijn gesprekken zijn altijd buiten. Op de fietsplaats, op de fiets, wandelen, maakt niet uit, altijd buiten. Ik zit nu ook nog in mijn fietskleren, dus ik kom net van een gesprek af. Dus ik heb echt mijn passie gecombineerd met mijn werk. En waarom heb ik dat gedaan? Ik merk gewoon omdat ik ben echt op mijn allerbest in de bos. Ik voel me zo goed. En ik had pas nog met een interview met een journalist over mijn boek. En ze kwam bij mij en ze zat hier aan tafel. En toen zei ze, ja, San, ik wil eigenlijk niet jou gaan interviewen. Wil je mij coachen? Ik zei, natuurlijk, kom, we gaan naar buiten. En toen waren we tijdens dat coachgesprek. Toen zei ze op een gegeven moment, hoe kan jij dit? Hoe doe je dit? Ik heb zoveel inzicht in zo'n korte tijd. Ik zei, wat volgens mij het geheim is. Ik sta hier zo in mijn elementen zijn. Ik doe hier zo mijn ding. Waardoor ik nog beter ben in mijn werk. Kijk, en ik doe dat in mijn rol als coach. Maar ik denk, ook al zit je op kantoor of doe je op de administratie of weet ik veel wat, jij kan echt wel één ding toevoegen aan je werk, hoe jij het leuker kan maken. En dat kan heel simpel om tijdens de administratie naar toffe muziek te luisteren of om een meeting die altijd standaard, wat ik dus nu bij heel veel mensen zie of adviseer is, weet je, ga gewoon als je een meeting hebt waar je niet hoeft te schrijven, ga allebei wandelen. Ja, mooi. Weet je? En dus ga creatief zijn om met iets wat jij leuk vindt, om dat in je werk toe te voegen. En zorg dat jij daar, if you want to change, be the change. Want heel veel mensen die willen zelf ook veranderen en die lopen er tegenaan en wij vinden dat lastig. Maar ga ervoor zorgen dat jij die verandering gaat teweeg brengen. Ja, lieve kijkers, laat even weten ook in de chat van of je jezelf ook meer toestemming wilt geven om je passie te volgen.
We doen ook nog twee boeken aan het einde verloten onder de live luisteraars. Dus als jij een chatbericht stuurt, dan maak je kans om een van die winnaars te worden van het boek van Sanne. Dus doe ook met ons mee. En je mag natuurlijk ook vragen stellen aan Sanne. Sanne, ik wil nog heel even terug naar jouw veldrijperiode. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Wanneer ben jij begonnen met het veldrijden? En wanneer ben je dan uiteindelijk de wereldbeker kampioen geworden, zeg maar? Mm-hmm. In welke tijdsperiode was dat? Dan moet je even teruggaan naar die tijd. Ik ben begonnen met fietsen, met wedstrijden rijden toen ik 16, 17 was. Was ik 17. En ik was 21 toen ik de wereldbeker won. Dus dat is vrij snel gegaan. Wauw, in 4 jaar. Ja, dus echt wel heel snel. Maar ging dat allemaal van een leien dakje in die 4 jaar? Ja, die 4 jaar is echt bizar goed gegaan. Ja, nou nee, natuurlijk niet. Ik zeg nu ja, eigenlijk wel. Maar weet je, dit is misschien ook wel meteen wat mij typeert. Hoe met tegenslagen omgaan. Ik zie tegenslagen, weet je wel, dat gebeurt met een reden. Wat kan ik hiervan leren? Dus ik draai die meteen om. Ik heb, toen ik bij de elite vrouwen ging rijden, kreeg ik meteen een profcontract. Kwam ik meteen bij het team van Marianne Vos. En achteraf vind ik het echt dat ik dat als 18-jarig meisje heb ik toen een heel grote keuze gemaakt. En in dat team was alles supergoed geregeld. Mooi materiaal, mooie sponsors zoals destijds de DSB Bank. Nou, echt perfect geregeld. Maar ik was op dat moment, was ik op kamers gaan wonen. Ik was gaan studeren, ik deed een universitaire opleiding. En ik werd vanuit het team heel erg behandeld als de wielrenster. Dus Sanne, die rijdt wel even alle wedstrijden. Sanne, die gaat naar het buitenland toe. Maar ik moest ook behoorlijk wat op reizen met openbaar vervoer. Want ik was jong, ik had nog geen rijbewijs. Nou ja, lang verhaal, kort. Ik merkte dat mij tegen ging staan. Van ja, weet je, er wordt nooit verder gekeken naar hoe regel je het eigenlijk? Of past het schema wel? En toen werd ik op een gegeven moment woensdag opgebeld. Sanne, je vertrekt vrijdag naar Tour de Lodes, een 10-daagse etappekoers in Zuid-Frankrijk. We vertrekken vrijdag, dus zorg maar dat je het geregeld krijgt. En toen zei ik, ja, maar ik heb tentamens, dus dat gaat niet lukken. Nee, dan regel maar mijn school, je bent wielrenster, dus doe dat maar. En dat als persoon stoten mij dat. Ik voelde een heel mijn gevoel van, dat past niet bij mij. Weet je, ik wil gewoon, ik wil als mens behandeld worden. En ik had er misschien nog wel een oplossing voor willen bedenken, maar ik wilde gewoon, ja, niet dat zo bam bam, nee, je bent wielrenster, dus doe dat. Dus en wij betalen gewoon jou. Ja, zo wilde ik niet behandeld worden. En ik merkte dat er in de loop van die periode steeds meer gebeurde. En ik was dus 18 en ik had nog een 2-jarig contract. En ik zag het bij mijn ouders. En op een gegeven moment kon ik mijn ploegleider niet bereiken. En toen zei ik tegen mijn ouders, ik wil dit niet meer. Dus toen ben ik als 18-jarig meisje mijn contract gaan inleveren. Waarvan eigenlijk de meeste wielrenners om me heen, die hadden zoiets van, yo, je hebt een droomcontract, supergoed. En toen heb ik gezegd van, ik doe het niet. En toen heb ik 2 dingen geleerd van, weet je, als je ergens energie kost, moet je ermee kappen. En het is niet erg als je je oude schoenen eerst weggooit voordat je nieuwe hebt. Want als je je oude schoenen weggooit, moet je wel nieuwe hebben. Weet je, omdat mijn energie kostte, fietste ik ook niet meer goed. En daardoor kon ik weer energie tanken om weer beter te presteren. Ja, en dat is gewoon, ja, ik vind dat eigenlijk wel heel bijzonder dat ik dat als 18-jarig meisje zo die keuzes heb gemaakt. En uiteindelijk ben ik daardoor is ook mijn eerste zaadje geplant om mijn eigen team neer te zetten, om de mensen om me heen te zoeken, om stil te staan. Hoe kan ik het beste presteren? Wauw, dus je hebt op 18-jarige leeftijd heb je gewoon je contract heb je gewoon ingediend. Gewoon opgezegd. Gewoon. En ben je je eigen team gestart? Ja. Ben je uiteindelijk met je eigen team ook wereldkampioen geworden? Ja, wereldbekerkampioen? Ja, ik heb eerst dat contract ingeleverd. Heb ik naar een ander team gehad. En toen vervolgens ben ik aangesloten bij een ander team. Ben ik mijn eigen team gaan starten. Maar ik heb toen met het Brainwash team, met mijn eigen team, heb ik dat allemaal gecreëerd. Dus dat is eigenlijk allemaal van een leien dakje afgedaan gegaan. Maar op dat moment ben ik ook wel dingen vergeten. Want ik was heel erg ambitieus gedreven. En ik runde mijn eigen team, mijn sportcarrière en een universitaire opleiding. De meeste mensen die doen dat misschien hebben daar een heel leven voor nodig om dat allemaal te combineren. En ik was 21 en ik had allemaal gecombineerd.
Maar putten, pleegde je daar geen roofbouw op je lichaam? Ja, dat wilde ik net gaan vertellen. Ja, ik heb toen echt wel roofbouw op mijn lichaam gepleegd en last van mijn longen gekregen. Ik had last van mijn bovenbenen. En uiteindelijk, weet je wel, ik gaf dat ook wel aan mijn begeleidingsteam. Maar ja, op een of andere manier, de rust mocht niet baten. En is ook wel heel logisch. En ik ben ook weer heel erg dankbaar voor die les. Maar uiteindelijk heb ik een jaar ben ik geblesseerd geweest. Dan kon ik niet eens meer van Vlieren naar Deurne fietsen. Dat is 3 kilometer. Dus wow. Ik heb echt zo hard gewerkt. Ja, en dat was eigenlijk dus nadat je wereldbekerkampioen bent geworden, ben je heel zwaar geblesseerd geraakt. Is het zo ja. gegaan? Ja, dus, ja. Dus. Ik denk ongeveer een jaar later. En ik was op de weg ook nog aardig goed. Dus ik heb ook de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl, de Giro. Ik heb Gent-Wevelgem, een belangrijke klassieker gewonnen op de weg. Dus ik kon meerdere dingen goed. Maar ja, weet je, ik vond het ook niet zo leuk. En ik heb gewoon niet naar mijn gevoel geluisterd. En uiteindelijk, weet je, en dat is met alles. En dus ook, weet je, business-wise of in het dagelijks leven. En als je dus gewoon maar hard blijft werken en vanuit je hoofd en je gevoel negeert. Ja, dat kan. Dat is een oplossing. Kan je heel succesvol door worden. Maar ik geloof er ook in dat er dan vroeg of laat dat er dan De man met de hamer langs komt. Ja, en dat weet ik zeker. Nou, maar ik heb het van tevoren voor deze liveshow nog even opgezocht, Sanne. En het is eigenlijk heel schrikbarend waar we met z'n allen mee bezig zijn, gewoon denk ik dan. Want als ik kijk naar de Nederlanders die burn-out klachten hebben, heb je enig idee? Er zijn 8,9 miljoen werkende mensen. Hoeveel mensen denk je dat de burn-out klachten hebben? Ja, ik heb volgens mij pas zo'n lijstje voorbij zien komen. 1,2 miljoen? Ja, en dat is in 2017, hè? Dus het is al eventjes geleden. Het zal nu waarschijnlijk meer zijn, maar inderdaad 1,3 miljoen mensen. En dat is 15%. 15% lijkt misschien nog niet zo heel veel, maar het houdt in als jij bij een bedrijf werkt met 10 mensen, dus anderhalf persoon heeft dus al een burn-out. Ja. Of burn-out klachten. Ja. Weet je, en dat is de 10 mensen om je heen, dan heeft dus iemand gewoon een burn-out, weet je. Ja. En daar lijken we wel met z'n allen in de maatschappij, op weg naar, weet je. En dan, jij voelde dat eigenlijk ook, denk ik, gewoon dat je dus, je had die topsponsor, hè? Je had die goede baan. Ja. Maar ze legden zoveel mentale druk op jou dat je niet meer kon presteren. En jij hebt toen de beslissing genomen, wat bijna niemand zou doen, ik zeg mijn baan op, ik zeg het contract op, ik ga voor mezelf starten. Super onveilig, zo hè? Ja, en ik heb daar dus al geleerd om naar mijn gevoel te luisteren. Alleen ik kwam er wel achter. Dus toen ik mijn eigen team had, ben ik te veel vanuit mijn hoofd recht op die finish af. En ik dacht heel veel, en dat zo word je ook wel opgeleid als topsporter. Dit is het trainingsschema, zo moet je het doen. En je wordt niet, en zo worden we allemaal niet opgeleid. En dat is wel het vak waar ik nu heel erg veel mee bezig ben. Van oké, wat zegt je gevoel? Dus nou, wat is je gevoel, maar wat zegt je onderbuikgevoel? En dat je dus ook uit het systeem mag stappen. En dat je het op jouw manier mag doen. Want ik vind het zo jammer dat we gewoon, dat het leidt dat veel te veel mensen op die automatische piloot leven. En ik wil wel eens gewoon, ik daag iedereen uit om alles van scratch te varen. Van oké, hoe zou jij het willen om dat zo in te richten? Ja, en we weten het wel, hè. Ik heb het ook, Sanne. Ik ervaar het ook en ik luister ook niet er altijd naar. Ook niet altijd naar mijn gevoel. Ik ben er ook telkens nog steeds beter aan het leren, snap je? Maar stiekem weet je wel dat je op een weg zit wat niet helemaal de juiste weg is. Wat niet duurzaam is. Wat je niet 20 jaar kunt volhouden. En, maar toch doe je niks. Maar toch doe je niks, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat... Ja. Ja. Wat zou jouw advies zijn? Gewoon, ja, je moet wel iets doen. Nou, nee, ja, tuurlijk, je moet wel iets doen. Antwoorden vind je in beweging. Maar ik wil iedereen de metafoor meegeven. En dat kennen we allemaal. Kijk, ik ga ervan uit dat de meeste mensen wel sport of iets met sport hebben. En ook met jou, met kiten. Ja, je zei, ik dacht dat ik kon windsurfen. Nou, nu doe je kiten, maar ik dacht dat ik dat kon. Weet je, je moet dat trainen. En we zijn heel erg gewend, als je wilt een marathon wilt gaan rennen of een halve marathon, dat je daarvoor gaat trainen. En naar je gevoel luisteren, dat is ook een soort van trainen. Dus zie dat ook, dat je dat mag trainen en dat je af en toe spierpijn krijgt, dat oncomfortabel is. Jongens, het is fucking oncomfortabel de eerste keer als je zegt van, ja, zullen we het anders gaan doen dan we anders doen? Of zullen we... Dat is gewoon nieuw.
Dus, maar als je dat als een spel gaat zien, ik zie dat als een spelletje, weet je, dat je daarin mag. En dat elke keer kom je dan weer nieuwe dingen tegen. En omdat je dan niet, ja, jezelf niet te serieus neemt, maar als een spelletje ziet, ga je daar makkelijker mee om. Dus daar hoort die spierpijn bij. En dan mag je dat gewoon bewust gaan doen. En wat ik dus mensen heel vaak zeg, van oké, hoe kan je dit gaan trainen? Ga dat dan niet meteen met het allergrootste ding doen. Weet je, van, om van je passie je werk te maken. Nou, dat is best wel uit je comfortzone komen. Maar ga eens gewoon een ding in je dagelijks leven, iets van je fucketlist doen. Iets waar je denkt, oh, dat vind ik rete eng. Maar dat ga ik toch gewoon een keertje doen. En zo ben ik een keer gaan parachute springen. Wat doet dat met me als ik iets rete engs ga doen? Hoe reageert mijn lichaam dan? En dat is gewoon heel leuk om dat te ervaren. Dan weet je ook hoe je lichaam dan kan reageren en hoe je dat dan kan gaan tackelen. Ja, dat is mooi. Hoe reageerde jij daarbij? Want ik denk dat je dan, je kunt bevriezen of je wordt, je hebt iets van 3 van die manieren die je kunt. Ja. Je rent weg of je gaat bevriezen. Ja, ja, fight, flight of freeze. Ja, ja. Ik dacht dat ik erbij was en zie ik gewoon heel erg. Weet je, ik beleefde het in het vliegtuig heel erg bewust. En de eerste paar seconden, dan weet ik gewoon, ben ik bevroren, gebeurt er niks. En ja. Je krijgt ook als teken dat je op je schouders getikt wordt. En dan moet je je armen open doen. En dan werd op mijn schouders getikt. Ik was gewoon, ik bleef bevroren. Ja. Ze zeggen in de comments, zei ze nou fucketlist? Ja, dan zeg ik ja. De fucketlist is echt iets van dat je iets gaat doen wat je eigenlijk denkt van dat ga ik echt never ever doen, weet je jongens. En ik ben behoorlijk avontuurlijk en ik heb afgelopen periode ben ik samen met mijn vriend een hike gaan doen. Echt wel op het randje was die hike. Was echt super extreem. Was eigenlijk geen pad, dus we waren gewoon een berg zo omhoog aan het lopen en was heel erg stijl. Dat zeggen wij niet snel dat we dat niet meer zouden doen, maar echt was wel echt heel extreem. En dan merk je dus wel weer, wat doet dat met mijn lichaam als je iets extreems doet? En ik weet gewoon bij mezelf, ik ben ondertussen ingetraind, alles komt goed, rustig aan doen en focus. En ik zag dat mijn vriend heel anders reageerde. Maar ik denk, doordat je juist zulke dingen doet, weet ik ook bijvoorbeeld met zakelijk, ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren, jongens, weet je. Ja, ik maak me er niet zo druk over. Ja, mooi. Dus eigenlijk gewoon, je weet dat je al die moeilijke shit kan dragen, weet je. Je weet dat je al door het veld rijden, door die modder kan ploegen, weet je. Je kunt zoveel meer hebben. Je hebt al een parachute gesprongen, je hebt op die afgrond gestaan. Ja, je hebt al zoveel shit gedragen eigenlijk als het ware. Ja. En daardoor kun je eigenlijk zakelijk en privé nog veel meer shit hebben. Ja. En daardoor eigenlijk betere prestatie leveren. Ja. Ja. Ik ben ook wel benieuwd bij de kijkers. We hadden het inderdaad over de fucketlist. Wat staat er nog op jouw fucketlist waar je eigenlijk, wat je wel stiekem wel graag wil doen, maar wat je nog te spannend vindt, zeg maar, om te doen? Laat dat ook eventjes weten in de chat. Ik vond ook een andere vraag vond ik wel mooi van. Is er bij jou op een gegeven moment een switch geweest, Sanne, van dat je van je passie voor het veldrijden naar van ja, wereldkampioen gaan worden, zeg maar. Zag je het de hele tijd nog als je passie of werd het op een gegeven moment ook een obsessie? Hoe is dat verlopen? En dat is precies de juiste vraag. Wat er bij mij is gebeurd, ik heb altijd mijn studie gecombineerd met mijn passie. Mijn studie. En mijn grootste fout is geweest dat ik mijn studie ben... Dat ik af ben gestudeerd. Nou, klinkt heel fout. Dat ik mijn master heb behaald is mijn grootste fout. Ik heb namelijk nog getwijfeld. Zal ik gewoon mijn master open laten staan dat ik nog vakken kan volgen? Dat ik wat afleiding had. Maar doordat mijn fietsen echt het werk werd en dat het serieus business werd, dat ik mezelf te serieus ging nemen, dat het in één keer moest presteren. En ik knijp mijn armen nu al staan, want ik moest weten. Er komt veel meer spanning in je. Ben ik letterlijk in die verkramping geschoten. En dat is ook het stukje van hoe hoog leg jij de lat? Ik focuste me echt weten op het hoogst haalbare. En ik heb me in minder mate gefocust op de reis ernaartoe, het genieten, het plezier, waarom ik het deed. Dus dat is ook het stukje wat super belangrijk is, van je mag wel een doel hebben en die mag ook best hoog liggen. Maar het is heel erg belangrijk dat je eigenlijk jezelf niet op dat doel gaat focussen, maar juist op die reis en op die ontwikkeling ernaartoe. Want onderweg is vele malen mooier dan alleen op de bergpunt staan. Ja,
Ja, ik vind het zelf nog steeds lastig, moet ik zeggen, zeg maar, om dat te doen. Ik had het gisteren eigenlijk nog, weet je, dan wilde ik zoveel op een dag en eigenlijk gewoon te veel, zeg maar. Dan ja, raak je daar gewoon een beetje gestrest van en vermoeid van, zeg maar. Terwijl het waren allemaal leuke dingen eigenlijk. En als ik er gewoon veel meer plezier in had gehad in die weg, dan was ik eigenlijk veel gezelliger geweest, zeg maar. Ja. En waarschijnlijk ook nog meer bereikt, zeg maar. Ja, en dat je die rust kan vinden, want dat is ook wel... ik zei het straks al, ik heb een maand vrij gehad. Dat is wel voor mij wel een uit mijn comfortzone dingetje. Maar ik heb dus niet gewerkt. En deze week stond dus echt een teken van mijn klanten. En ik verbaasde me, maar ik ben er natuurlijk bewust mee bezig. Maar ik heb mijn computer eigenlijk bijna niet aangeraakt. En dat merk ik ook, omdat ik merkte van, ja, weet je, ik krijg er geen energie van. Dan maar volgende week mijn mails beantwoord hebben. Maar het zorgt wel dat ik uiteindelijk, ja, ik zit echt nog steeds hoog in energie. En dat is gewoon heel vet. Dus dat is, denk ik, wel heel erg belangrijk. Doordat je van die reis, ook al is het een vollere agenda of lopen dingen anders, dat je gewoon kan denken, oké, hoe kan ik hier het beste mee dealen en hoe kan ik hier het beste van genieten? Ja, mooi. En Sanne, in jouw succes naar die wereldbekerkampioen, hoe belangrijk was jouw omgeving daarin? Ja, superbelangrijk. Ja. Weet je, winnen doe je samen. En ik geloof dat ook in de business of ook het stukje, ik heb mijn eigen, ik vind investeren ook super interessant en daar ben ik natuurlijk mee bezig voor de toekomst. Ja, ik heb gewoon, zoek de mensen om je heen die je daarin kunnen helpen. En dat is wel waar ik continu mee bezig ben, van ik plant zaadjes. En we willen vaak heel vaak oogsten, maar dat is natuurlijk niet zo. Weet je, je moet het ook eerst voeden en laten groeien. En daar zijn de juiste mensen essentieel in. Dus ik werk echt met de juiste mensen om me heen samen. En dat was destijds ook gewoon de beste, ja, echt A-players. En ik merk ook dat ik begin van mijn eigen bedrijf hier in de fout gemaakt. Denk, ja, jij kan dat vast wel. Maar weet je, niet kritisch genoeg te zijn van, ben jij de beste? Ja. Of ben jij de beste voor mij? Ja, dus jij gelooft ook heel erg in dat je het gemiddelde bent van de 5 mensen om je heen. Ja, en als je kijkt naar die 5 mensen waar je het meeste mee omgaat, dat gaat je toekomst worden, als het ware. Dus heb je toen je eigen team ging opzetten, ook voor het veldrijden, ben je echt voor die A-players daar gegaan? Ja, toen heb ik echt met de beste mensen. En ik zei ook al, de beste mensen voor mij. Want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, het wil niet zeggen dat iemand is waar jij goed mee samenwerkt, dat ik dan mee samenwerk, omdat we een andere energie hebben of een andere visie hebben, kan. Hè? Weet je, dus dat wil niet zeggen. Dus voor mij is het, ik ben ook echt een gevoelsmens. Voor mij moet het gevoel ook goed zijn. En als iemand die heel erg veel vanuit zijn hoofd en beredeneert en dat gevoel negeert, dan ben ik geen match. Dus ja, en dat is denk ik voor iedereen wel heel erg belangrijk om daar bij stil te staan. Van wie krijg je energie, wie kost je energie? En investeer daar juist in. En echt kap met contacten die energie kosten. Weet je, gewoon, ga gewoon daar liefdevol afscheid van nemen. It's fine. Ja, mooi. En ik geloof ook heel erg in dat in iedere fases van je leven heb je weer andere mensen nodig, zeg maar. Dus het is ook goed dat mensen komen en gaan, zoals je zelf ook komt en gaat bij andere mensen. Ja. En dat kan dus op een hele liefdevolle manier, kun je dat dus met elkaar doen. Ja. Wat ik nog wilde vragen is van, maar werd er in jouw omgeving nooit gezegd van, ja, wel leuk Sanne dat je nu dat veldrijden doet. Je kunt het ook nog goed, je hebt er ook nog eens veel talent voor. Maar moet je er niet iets naast gaan doen, want uiteindelijk moet er ook brood op de plank komen. Werd dat vaak tegen jou gezegd? Tuurlijk, ja. Mijn vader, die zei letterlijk, toen ik stopte met mijn studie, of toen ik klaar was, toen ik gewoon afgestudeerd was. Toen zei hij, zou je niet gewoon gaan werken? Hoezo, pap? Ik verdien toch mijn geld met fietsen? Ja, maar je moet toch een gewone baan hebben? En ik merk ook wel, mijn ouders zijn ook wel, weet je, mijn ouders hebben een boerderij en supermooi ben ik opgegroeid. En ik heb me afgelopen jaar ook heel erg... Superhard natuurlijk. Ja, dus ik heb natuurlijk heel veel verdiept in systemisch werken. En sterker nog, ik werk ook heel veel systemisch met familieopstellingen, bedrijfsopstellingen met mijn klanten. En daar zit heel veel in. En dat ben ik natuurlijk bij mezelf ook gaan onderzoeken. Maar hoe het werkt met je omgeving en met welke keuze je ook gaat maken, vooral als je echt je hart gaat volgen. Weet je, mensen zijn bang voor veranderingen, wij zelf, maar je omgeving ook. Dus op het moment dat jij met jouw
nieuwe plannen bij iemand anders aankomt, dan zeggen die als eerste uit een primaire reactie vanuit het reptiele brein, die zeggen van, zou je dat wel doen? Is dat wel verstandig? Je hebt het toch goed zo? Gaat dat jou lukken? Waarom? Hè, mijn vader zei toen ik mijn boek aan het schrijven was, wie zit daar nou op te wachten? Maar het is heel belangrijk. Wel echt uit je directe omgeving. Hoe ga je daarmee mee om? Ja, nou, ik weet het ondertussen. En ik denk gewoon, weet je, het is niet zo. Dat is hun primaire reactie. Net als dat ik een primaire reactie heb als ik bovenop die berg sta. Dat ik in één keer voel, het doet wel iets met me. Dat is ook de primaire reactie die vanuit je omgeving kan komen. Die eigenlijk eerst afwijzend is. Maar vervolgens je langer in gesprek zeggen ze, tof, gaaf, moet je het doen. Maar dat is gewoon hoe mensen zijn geprogrammeerd. Want we zijn per definitie bang voor verandering. En andere mensen willen jou behouden dat je misschien wel gaat falen. Terwijl falen juist, je faalt nooit. Hè? Je ontwikkelt jezelf. Dus hoe ik dat... Ik weet gewoon op het moment dat ik nieuwe dingen ga doen, dat ik die reactie kan verwachten. En ik ben daarop ingesteld. En ik beoordeel hun daar ook niet over. En ik vind het wel tof trouwens wat er dus nu bij mij gebeurt. Ik heb natuurlijk plannen die buitenproportioneel... Of ja, niet natuurlijk. Dat verwacht je misschien wel bij mij, die buitenproportioneel zijn. En ik heb nu ook plannen die buitenproportioneel zijn. En nu is mijn familie... Oh, vet, gaaf. Dus zij veranderen daar ook wel in, omdat ze dat ondertussen gewend zijn. Maar op het begin moet je dat wel op behoeden. Ja, en je zei net iets heel belangrijks, denk ik, over falen, weet je. En mensen proberen je te behoeden voor falen. Maar jij geeft er aan, je kunt niet falen, je kunt alleen maar leren. Maar ja, in ons schoolsysteem, weet je, als je kijkt van hoe word je beoordeeld, dan is het altijd met een rode pen van, je hebt de 3 niet goed gedaan. Ja, maar ze hadden ook kunnen zeggen met een blauwe pen, je hebt de 97 wel goed gedaan. Dus daar zit natuurlijk ook al dat we, waar die reactie gevoed wordt, dat je omgeving zo reageert. Omgedraaid, de omgeving was heel belangrijk op jou. Jij bent daardoor een goed team om je heen gaan verzamelen. Ik denk dat we dat in ons privéleven ook moeten doen, weet je. Met je partner al, weet je. En ook met, ook zakelijk natuurlijk, gewoon ook al ben je werknemer of ondernemer, probeer altijd dat goede team om je heen te verzamelen. Maar hoe was jij in die periode, toen je wereldbekerkampioen wilde worden, voor je omgeving? Mijn zusjes die zeggen ook wel echt dat ik gewoon heel erg ben veranderd. Ik heb 3 zusjes en ik was echt wel egoïstisch. Ik denk trouwens niet, zij vonden mij egoïstisch. Ik zeg, ik ben niet egoïstisch, ik heb gewoon goed voor mezelf gezorgd. En zo voelde het totaal niet. Maar ja, ik maakte bepaalde keuzes die voor hen niet regulier waren. En dat is ook wel waarom mijn motto is, het leven dat is pas topsport. Als topsporter is het normaal dat je keuzes maakt, dat je niet op feestjes komt. Of weet je, ik ging gewoon geen dingen doen waar ik geen energie van kreeg. En vooral als ik een bepaalde trainingsperiode zat, nou, deed ik dat gewoon absoluut niet, want daar kon ik gewoon niet bij hebben. Dus ik had ook een heel erg selectie in mijn vriendengroep, weet wel. Van, ik had een hele grote vriendengroep toen ik begon. En ja, vervolgens heb ik, ik heb ze nu, denk ik, heb daar 3-4 echte vrienden, weet je wel, echte vrienden. En daar ben ik heel blij mee. Ik hoef er geen 20, dat wil ik niet. Krijg ik geen energie van, weet je. Dus mijn omgeving vond dat niet normaal, omdat het niet de norm is om op die manier in het leven te staan. Terwijl dat in mijn ogen, dat juist wel de norm mag zijn, dat je gewoon ook gewoon mag zeggen van, joh, na een afspraak, ik maak nooit afspraken met vrienden. Of zet het er maar met potlood in de agenda. Als we zin hebben, allebei, dan spreken we af. Maar ik plan ook niet ver vooruit. Want ja, het kan gewoon zijn dat ik gewoon dan geen zin of energie heb. Ik wil niet zeggen dat ik hem of haar geen leuk persoon vind. Maar ja, het ligt aan mijn energie. Dus ik ben daar heel erg... zij vonden dat niet heel normaal. Maar mijn zusjes zeggen nu dus bijvoorbeeld, wow, ik heb ook al dingen daarvan geleerd. Want ik maak nu wel bepaalde keuzes wat echt bij mij past. En was het toen niet makkelijker om te zeggen, kijk, je bent topsporter, mensen weten dat je waarschijnlijk geen alcohol drinkt en accepteren dat om, je bent topsporter. Ik drink zelf zeg maar sinds 3 jaar geen alcohol meer. En ik moest me in het begin heel erg verdedigen, weet je, waarom ik dat dan niet deed, zeg maar. Ik kan me begrijpen nu jij niet meer topsporter bent,
en zakelijk bent gaan ondernemen ook. Hoe bescherm je dan nog die agenda? Weet je? Hoe doe jij dat? Mijn agenda, hoe ik die bescherm? Kijk, als topsporter kan je gewoon zeggen van ja, ik ben topsporter, ik kom niet naar het feestje, ik drink geen alcohol. Het voelt net iets makkelijker voor mij om dat zo te zeggen dan als je ondernemer bent en je hebt alle tijd, maar je komt niet. Je gaat niet met iedereen koffie drinken. Ik neem aan dat jij nog steeds gewoon dat beschermt gewoon voor jezelf. Ja, nou, ik had gisteren toevallig nog een call met iemand en het was eigenlijk gewoon, ik kreeg letterlijk een vroeg verzoek om met iemand samen te werken. En ik kan nog wel ooit zeggen van, joh, weet je, misschien zit er een mogelijkheid in, maar weet je, dit was echt een call. Ik voelde gewoon al voor die call, nee, heel mijn lichaam schoot in de verkramping, moet ik gewoon niet gaan doen. Ik geef mezelf dus toestemming om dan ook gewoon daar meteen op de hand. Ik zeg, nee, weet je, het houdt hier op. En ook met mijn agenda beschermen. Kijk, ik weet gewoon heel erg goed wat ik leuk vind om te doen. Ik maak nooit echt privé afspraken in mijn agenda. Dus dat is gewoon ook hoe onze sociale contacten eruit zien. Het staat niet in mijn agenda. Bijvoorbeeld als jij mij nu vraagt van Sanne, wat ga je dit weekend doen? Dan zeg ik eigenlijk gewoon, dat staat niks in mijn agenda. Ik ga denk fietsen of ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen, waar ik zin in heb. Kan best zijn dat ik komend weekend afspraken, uitnodigingen heb gekregen voor verjaardagen. Kan best, dat weet ik niet eens. Trouwens, nu is coronatijd, zal best wel zijn dat er bijna geen afspraken zijn. Ja, maar, dat maakt het ook niet makkelijker. Ja. Dat maakt het makkelijker, maar met mijn vriend en ik, weet je wel, we zetten het ergens onbewust wel in onze agenda, maar wij zullen het nooit als zeggen van, jeetje, we moeten daar naartoe. Stel voor dat wij zaterdagavond een verjaardag hebben, dan gaan we naartoe als we er zin in hebben. En het kan best zijn, want ik hou helemaal niet van veel mensen bij elkaar. Dus het kan best zijn, oké, die verjaardag is, ik heb er eigenlijk geen zin in. Dat ik die mensen opbel, joh, mag ik zaterdagmiddag komen lunchen? Dat vind ik veel leuker. Dus ik ga echt daarin ook mijn eigen spelregels bepalen. Waar heb ik zin in? Weet je, ik wil wel die verjaardag vieren, maar misschien op die manier. Of ik neem ze mee uit eten. Dus ik ga heel erg die randvoorwaardes daarin bepalen. Ik zet het niet zo zwart op wit. Het hoeft niet, alleen als ik zin heb. Dus mijn mindset ten opzichte van die afspraken is wel anders. Kijk, en mijn werkagenda is gewoon heel simpel. Want ik heb gewoon afspraken met mezelf om te fietsen in mijn agenda staan. Er staan gewoon blokken in. Het kan best zijn dat jij nu vraagt van Sanne, kan je vrijdagmiddag dit interview doen, terwijl ik normaal vrijdagmiddag fiets. Maar ja, dan verschuif ik dat blok naar de ochtend, weet je wel. Maar die reminders heb ik in mijn agenda staan. En als het energie kost, en ik had eigenlijk vanmiddag een afspraak staan. En dat voelde ik vorige week al van, weet je, na mijn vakantie. Ja. En dan ook nog vrijdagmiddag naar de andere kant van Nederland rijden. Dat wordt hem niet. Dus ik heb gewoon vorige week vrijdag heb ik al een afspraak voor vandaag afgezegd. Ja. Dus ik geef hem echt wel de toestemming. Ik vind dat het mooiste woord wat je al deelt in deze live show. Gewoon jezelf toestemming geven. Zodat we gewoon met z'n allen gewoon meer zouden doen om toestemming naar je gevoel te luisteren. En ik denk dat iedereen dat herkent, dat die al weet dat hij over een week die afspraak hebt, maar je voelt het al je hoofd zitten, zeg maar. Ga dat gevoel eens onderzoeken. Weet je, soms is het een beetje angst ervoor en moet je daar ook gewoon overheen stappen, moet je het wel doen. Maar soms is het ook, geeft het je echt geen energie en mag je dus ook zeggen van nee, we verzetten het of we doen het niet. Ja, nee, want dat is het, hè, wat jij zegt, een stukje bewustzijn van wat doet het met me. En op het moment dat je al een gevoel hebt over een bepaalde afspraak, ik ga dan bij mezelf een soort van onderzoek van oké, hoe kan ik het leuker maken? Hoe kan ik er energie van krijgen? Dus, hè, of misschien moet ik er mijn randvoorwaardes verdraaien. Dus misschien moet ik vragen, kan je naar mij toe komen? En ik vond het wel een heel mooi geval, want ik heb hem vorige week al gebeld. En hij zei, ik vind het wel heel mooi dat je nu al belt. Ik zei, ik had ook zitten twijfelen om het af te wachten. Maar toen dacht ik, weet je, ik loop hier nu met dit gevoel nu al. En ik wil er iets mee doen. Dus ik loop al zelf dan ook nog, zeg maar, 4 dagen met dat gevoel. En voor die ander is dat ook prettig, want zijn agenda is al ruimere tijd van tevoren leeg. En ik merk dat zelf ook met klanten. Ik sta dus met mijn klanten. En op het moment dat een klant een afspraak afzegt, het komt bij mij eigenlijk altijd goed uit. En dan denk ik, voelde jij eraan dat die afspraak afgezegd of verzet wordt? Dus wees ook jezelf ervan bewust dat als jij iets bij jezelf voelt,
dat voor die ander ook zo is. En ja. Alleen we zijn niet gewend om dat te benoemen. Dus ook als dat in relaties of samenwerkingen of dat je het voelt van loopt moeizaam. En jij blijft maar een beetje aanmodderen. Kap dan mee, ga het bespreekbaar maken. En spreek vanuit jezelf. Dus ga niet veroordelen, maar bespreek aan jezelf. Dit doet dit met mij. Of joh, ik merk dat ik, we hebben die afspraak dan gepland. Maar ik merk dat ik een beetje benauwd. Of dat het een beetje gehaast is. Misschien is het ander. En 9 van 10 keer zegt die ander. Dat komt eigenlijk mij ook wel goed uit. Want. Ja. Herken je dat? Mooi hoor. Het is gisteren nog gebeurd. Gisteren had ik eigenlijk ook een afspraak. En dat vond ik wel echt een hele leuke afspraak. Dus daar had ik ook wel echt tijd voor gepland, maar ik had bij mezelf nog zoveel andere afspraken zelf gepland. En toen viel die ene weg. Ja, het kwam wel lekker uit, Dus ik herken het ook. Al vond ik het in dit geval ook jammer dat die afspraak niet doorgaat, omdat het gewoon leuk is en met hele mooie dingen bezig zijn. Maar het kwam beter uit voor aanstaande maandag. Ja. Maar waarschijnlijk heb je aanstaande maandag meer tijd, meer energie, meer rust. Juist. Waardoor het een nog mooier en waardevoller gesprek gaat zijn. Waardoor jullie nog mooiere dingen samen... Jullie magie is dan veel mooier samen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, en ik wilde door laten gaan om geen tijd te verspillen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een hele korte termijn gedachte. Want je kunt juist door, als die magie ontstaat, ook al is dat 3 dagen later... Ja. Je bent natuurlijk veel effectiever en productiever en lever je met z'n allen een veel betere prestatie. Ja, en misschien sta jij morgen op bij een kite en denk je, oh vet man, dit is vet, dat moeten we op die manier doen. Ja, cool. Ja, vet man. En waarschijnlijk komt er nog iets uit, ik ben heel benieuwd, maar waarschijnlijk komt er maandag nog iets uit waarvan je dacht van, wow. Ja, nou misschien sluit dit ook wel, ik ben het helemaal met je eens, hè. Dus dit is, ik denk het ook, en ik weet ook dat het zo werkt, dat heb ik ook vaak ook zo gevoeld en ervaren. Maar ik denk een mooi bruggetje ook naar, je hoort heel veel mensen over high performance, weet je, en dat gevoel had ik natuurlijk gisteren ook, weet je, ik ben een high performer, een high achiever, en ik doe het nog wel even die dag, alles bij elkaar. Terwijl jij een hele duidelijke mening daarover hebt. Het gaat niet om high performance, maar het gaat om peak performance. Kan je uitleggen hoe jij daar naar kijkt en waarom jij dat verschil maakt? Ja, nou ja, weet je, kijk, ik zie heel veel dingen. Ik zie eigenlijk het leven als een berg. Of in jullie geval als een golf. Weet je, het is een beweging. En je kan nooit met een golf, hoe je die aanvliegt, weet je, dat is ook dynamisch. Een berg, weet je, dat laatste stukje is altijd wat steiler als je die opfietst of naar boven gaat. Weet je, en je krijgt wat ijlere lucht en dan moet je even doorbikkelen en dan ben je boven. Maar dan sta je bovenop en dan kan je genieten van het uitzicht. En dan heb je een hele vette afdaling. Of in jullie geval die sprong die zo'n enorm kicken is. Die afdaling is ook zo'n enorm kicken. Ja. Nou, en als je een high performance doet, dan ben je continu door aan het rammen en alles tegelijk aan doen. Zit je heel vanuit je hoofd. En ik geloof juist in, waar we het net ook over hadden, dat je vanuit het juiste gevoel in beweging mag komen. En als je dan echt scherp hebt wat je wilt, en dan is het niet erg om af en toe harder te werken. Want hey, je moet toch bovenkomen op die berg. Dat is niet erg. Maar wel als je voldoende tijd neemt om weer in die ontspanning te komen, om het weer op scherp te komen, dan kan je in veel minder tijd met nog meer plezier echt datgene doen wat je wilt doen. En daarin kan je presteren. En daarom noem ik het peak performance. In plaats van als je een kip zonder kop door blijft gaan om maar te presteren. Want ja, ik kan je ook uit eigen ervaring vertellen van ja, die prestatie, daar word je niet per definitie gelukkiger van. Ook niet van die omzet of van die winst. Maar het gaat erom. Nou, ik heb net hele mooie gesprekken gehad met een klant die weer zegt van vet man, hier ga ik mee aan de slag. Ja, dat is vet. Ja, het interesseert me echt niet, weet je wel, hoe het er op mijn rekening staat. Weet je, het is leuk dat ik daar die balans en dat ik gewoon die vrijheid heb om te leven. Maar die heb ik. Ik word gelukkig van die mooie gesprekken. En dus enjoy the ride, dat is veel belangrijker. En dat je ook af en toe weer helder hebt, ben ik nog op mijn eigen koers? En dat maar nemen we dus eigenlijk te weinig rust. Dat je gewoon, je moet eigenlijk pieken, weet je. En dat je juist nog als je, ja, juist het laatste stukje van de top, heb je nog die extra energie nodig om die mooi te bereiken. En als je al helemaal vanaf beneden of aan, alleen maar er tegenaan, zonder te rusten, kom je uitgeput bovenop die berg. En met peak performance is van, we gaan er tegenaan, eventjes rustig. En weer tegenaan, eventjes rustig. Ja. Dat. Ja.
dat, ja, en in de sport noemen ze dat ook periodisering. Dus hè, dan heb je een trainingsschema. Hadden wij vroeger 3 weken hard trainen, 1 week rust om weer bij te tanken, om je energiesysteem weer op te laden en dan weer door. Nou, weet je, dat het, in het dagelijks leven doen we dat bijna helemaal niet. Het is altijd een beetje in dat stramien, bam, bam, bam. En ja, ik zou heel erg willen uitdagen van, ja, weet je, je hebt ooit een week dat er minder uit je vingers komt. That's fine. En ook het stukje wat topsporters heel erg doen, op het moment dat ze toeleven naar een kampioenschap. Ik nam altijd extra rust, net voor het kampioenschap, om dan optimaal te pieken. En dat noem je supercompensatie. En dat is in mijn ogen het stukje van die berg, dat laatste stukje stijl. En dan moet je even toe doorbuffelen. Maar als je van tevoren al je tank leeg hebt, kom je nooit aan die berg. Dus dat mensen ook het gevoel hebben dat ze niet hun doelen realiseren of er niet komen. Waarschijnlijk staan ze altijd in tandje 6. En op het moment dat nodig is, kunnen ze niet meer bijschakelen, omdat ze hun energie al hebben opgebrand. Nou, en ja, dat is waarom ik echt geloof van, ja, kap met high performance. Ga anders in de wedstrijd zitten, waardoor je dus naar die peak performance kan gaan. Ja, en bij de topsport wordt dit dus al gedaan. Dan wordt dus heel veel rust tussendoor genomen. Ja. Ja, 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 alleen super, van de topsport. Maar in ons leven doen we het weer niet, hè? Nee. Waar we 60 uur per week mee te doen hebben. Ja, en wat we in de topsport wel vergeten is het luisteren naar ons gevoel. Hè? Dat wordt daar wel uitgeschakeld. Dus ik wil echt die topsportmentaliteit combineren met het luisteren naar je gevoel. En dat je ook gewoon, ja, dat hebben we allemaal, weet je, dat we af en toe die verkramping zitten. Hè? Dus als jij in die verkramping zit en ik niet met het juiste gevoel op de fiets zit, dan blokkeer ik, en dat is bij jullie ook met het kiten. Weet je, en dagelijks leven is dat ook. Dus neem het gevoel ook zo serieus. Ja, nee, dat is exact ook met kitesurfen, weet je. Als je te gespannen bent, te gestrest bent, en wij willen natuurlijk hoog springen, weet je, dan lukt dat gewoon niet. Dan loop je zo te persen, maar dan is de techniek er niet, hè, waar we het in het begin mee hebben. Dus het gaat om fysiek, mentaal en techniek. Ja. Alleen dan kunnen wij hoger springen. Ja. Dan komen we boven die 10 meter. Ja. Of in het laatste geval 16 meter sprong dan. Ja. Maar wat misschien wel heel erg waardevol is, ook voor de luisteraars of kijkers nu. Wat mij heel erg helpt, en wat iedereen denk ik heel erg gaat helpen om uiteindelijk te kunnen performen op het moment dat je graag iets wil presteren. Of als je een keertje zegt, hè, voor jezelf hebt van, joh, ik wil een initiatief voorstellen wat eigenlijk helemaal anders is dan anders, wat misschien wel spannend is. Ik visualiseer dat altijd van tevoren. Dus ook een, hè, als ik technische manoeuvres op de fiets visualiseerde, ik wedstrijden visualiseerde, ik, hè, voor het kite is natuurlijk ook die sprong kan je al visualiseren. En dan ook vooral van, oké, je dat technisch en mentaal kan je visualiseren, hoe wil je dat zijn? Maar ook welke vibe wil je uitstralen? En dat doe ik ook echt als ik op het podium sta. Ik sta vaak op het podium te spreken. Van welke vibe sta ik op het podium? En wat voor impact wil ik maken? Dat ik dat van tevoren al, zeg maar, helder heb. En ook gewoon voel in mijn lichaam, zo sta ik er dan. En als je het van tevoren al mentaal traint of visualiseert, dan kan je dat op dat moment bewuster oproepen. En ik weet gewoon, ik herkende dus als ik een spannende actie zat qua techniek, bijvoorbeeld in mijn wedstrijd, dan voelde ik die spanning komen. En dan kon ik me heel makkelijk ontspannen. Omdat ik dit al getraind had. En ja, dat is ook in het dagelijks leven zo waardevol. Zo superkrachtig. Ja, en ik weet nog dat ik dat als kind eigenlijk al deed. Gewoon onbewust natuurlijk, omdat ik zo'n grote passie had voor, en nog steeds voor tennissen. En dan wist ik dat ik alweer op zaterdag competitie mocht gaan spelen. Ik zat die wedstrijd al helemaal te visualiseren, gewoon hoe je dat, hoe ik het zou gaan aanpakken en hoe ik zou gaan spelen. Het kwam er niet altijd uit, want ik was natuurlijk soms een beetje onrustig nog, maar ik deed dat wel gewoon, ja. En ik denk dat ik dit met kitesurf ook heb gedaan, met die hoge sprong. Ja. Tuurlijk heb ik het eerst al echt 100 dagen getraind natuurlijk, hè? En al super vaak gecrashed, hè? Dus dat is ook, dat ziet natuurlijk niemand, iedereen ziet alleen maar die foto dat ik 16 meter boven de lucht hang, maar ja, hoe vaak zijn we niet, die week daarvoor maakte ik nog een klapper, weet je, durfde ik niet boven die 8 meter te springen om bij windkracht 8, maar ik ben er toen wel weer inderdaad gaan visualiseren, hoe wil ik het sprong, hoe wil ik hem goed hebben, dat ik precies goed en niet te ver doordraai. Ja. Ik had hem al gemaakt. Ik wist het al. Ja. Ik wist dat het kon. Ik wist het gewoon. Ja. En pas je dit ook toe in je werk?
En met deze liveshow zoek ik dat steeds meer. Dat ik van tevoren dat al bedenk van, hoe gaat de liveshow zijn? En dan voel ik ook weer zo dat gevoel van, oh, dat gaat weer heel leuk worden, de liveshow. Ja. Ik heb er weer zin in. Terwijl je, als ik dat niet zou doen, dan zou ik zoiets hebben van, oh, ik vind het wel weer spannend. Oh, dit is weer een liveshow. Oh, we moeten het weer goed doen. Gaat het weer allemaal goed? Dus dat probeer ik dan te vertalen naar van, dat ik er energie van krijg. Dat ik er zin in heb. Van, het gaat een leuk gesprek worden. Ik denk het wel. Ja, wat ik sterk en wat ik nog zelf doe. Ik doe het zelf ook met mijn klantgesprekken natuurlijk. Maar ik tune ook bij mezelf in van, hoe kan ik van waarde zijn vandaag voor mijn klanten? En dat ga ik van tevoren opschrijven. En echt zo bijzonder. Het zit altijd raak. Dus weet je, omdat je dus van tevoren al stilstaat bij die klant en even incheckt van, oké, hoe ga ik vandaag van waarde zijn? Ik ga gewoon schrijven vanuit mijn gevoel. Het is echt zo bijzonder dat iedere keer die klanten dan komen en dan komen ze met een vraagstuk en denk, ja, dat wist ik al. Dus je kan ook nog, je kan dingen van tevoren ook al gewoon, afstemmen. Dat is wel heel bijzonder. Ja. En dat klinkt heel gek natuurlijk. En dat klinkt bijna iets zweverigs of zo. Maar ik denk stiekem heel veel mensen dit, en ook bij de kijkers, dat ze dit zelf ook wel eens hebben ervaren. En dat het eigenlijk ook hierin weer is, geef jezelf toestemming om dat vaker te mogen ervaren. En je hoeft het niet allemaal goed te voorspellen. Je moet het gewoon loslaten. En dan komt het vanzelf en dan zit je inderdaad veel beter in je energie. Ja, en kap met het labeltje zweverigheid. Want dit is gewoon niet, weet je, we hebben het allemaal. En we doen hè, spiritualiteit, zweverigheid, wat is dat dan? Ja, er wordt flink gebeld hier. Ja, ik hoor het. Ik hoor het zo, ik denk, post of iets. Maar in ieder geval, weet je wel, je mag gewoon vooral je energie volgen. Van waar word ik blij van? En kap als iets hè, waar je niet blij van wordt, dat je dan mag gaan schakelen. Dat is heel erg belangrijk. Ja, ja. Ja, Nicole gaat nu open doen. Ik zag de postbode al. Ze zijn wel heel ongeduldig. Dit is het belletje van kappen met zweverigheid. Hè? Zo onthouden we nou dit. Dan gaat de bel af. En hier had ik naast, ik zat straks op de fiets. En toen dacht ik, oké, ik heb alles ongeveer klaar. Ja, stel voor dat de bel maar niet gaat. En nou gaat hij bij mij. Nou, dankjewel Sanne. Dankjewel. Ik heb dit al voor gevisualiseerd, ja. Ja. Een belangrijke post. Een belangrijke post. Oh, kijk, t-shirtje. Hey, kijk eens. Heel belangrijk. Ja, die mochten komen in de live show. Die mochten komen. Ja. Superleuk. Hadden we natuurlijk zo getimed met de postbode. Dat doet even tijdens de live show. Kunnen we onze t-shirtjes even promoten tijdens de live show? Is trouwens wel leuk voor de kijkers. We hebben natuurlijk de Follow Your Wind lijn met Mission Possible. Als sport-t-shirt ook. Die zijn nog 3 dagen geven we 15% voordeel. Ik zal het er eventjes bij pakken. Dit was niet gepland, maar ik denk, nou, dit is een mooi bruggetje. Maar op dit moment nog 3 dagen. Mocht je willen aansluiten bij de Follow Your Wind beweging. En jezelf eigenlijk ook daarmee stimuleren. Bijvoorbeeld door een sport-t-shirt. We hebben een sport-t-shirt, Sanne, met Mission Possible. Weet je, omdat juist tijdens het sporten kun je net dat stapje extra zetten. Als je niet zegt van dat kan ik niet, maar wij zeggen wij kunnen dat wel. Dus Mission Possible. We hebben ook gewone t-shirts en we hebben ook de hoodie. Wellicht lekker voor in de wintertijd. Volg je eigen wind. Followyourwind.com, daar vind je de webshop. Sanne, hoe kunnen mensen, jij bent nu echt ook coach geworden. Je helpt veel ondernemers en ambitieuze professionals. Hoe kunnen zij met jou samenwerken? En ook voor de kijkers, hoe zouden zij met jou kunnen samenwerken? Meer kunnen doorpakken, meer toestemming geven aan zichzelf ook om meer naar zichzelf te luisteren. Kan je daar iets meer over vertellen? Nee, volgens mij het eerste waar je zelf toestemming voor mag geven is om mijn boeken aan te schaffen. Dat is stap 1. Nee. Nee, inderdaad, ze heeft een boek geschreven. Hè? Het leven, dat is pas echt topsport. Ja, nee, ja, weet je, ik zeg, jij zegt Sanne is coach. Weet je, ik zeg, wat ben ik? Ik ben vooral Sanne, ik help mensen in beweging komen. En wat toffe is, en daar heb ik denk ik ook speciaal voor vandaag, heb ik een mooie aanbod gemaakt voor een strategiedag. Wat ik merk aan mezelf, daar heb ik wel eens gezegd van, joh, ik heb online
dat is niet helemaal mijn ding. Ik merk gewoon, ik vind het leukste om samen echt letterlijk in actie te komen. Zodat je ook echt niet alleen een plan hebt, maar ook vanuit het juiste gevoel in beweging gaat komen. Dat zou ik zeggen van ja, dat is een hele mooie manier om samen met beweging in te gaan. Dan gaan we samen de bossen in, gaan we samen aan de slag, zodat wij echt gaan kijken van oké, wat is jouw koers? Hoe ga jij? Ja, waar zit jij jezelf de handremmen te blokkeren? En hoe ga je die mindfucks overwinnen? Mooi. Dus dat is wel heel tof. Ja, jouw kenmerk is gewoon, we doen dit samen, we gaan de bossen in. En daar in de natuur ontdekken we het gewoon wat het voor jou is. Ja. Mensen kunnen dus gaan naar followyourwind.com/Sanne. Daar zie je drie mogelijkheden. Het boek staat daar ook. En je kunt daar nog iets doen, dat weet ik even niet. En je kunt een call inplannen. Want je gaat niet meteen die dag met jou doen. Jij wil eerst even een gesprek toch met de kijkers. Om even te verifiëren van, hey, zijn we een goede match met elkaar? Ja, nou ja, weet je, ik heb natuurlijk... Het is bizar wat er afgelopen periode stroomt. En... ik werk gewoon, ja, dat hebben we het eigenlijk heel te over gehad, hè? Weet je, ik werk alleen met mensen samen waar ik energie van krijg. Dus ja, weet je, ik vind het gewoon fijn om eventjes van tevoren af te stemmen van, ja, joh, kan ik jou helpen? Is dit de oplossing voor jou? En dan gaan we dan even kijken van, ja, of die strategie daar de beste oplossing is, of dat er andere mogelijkheden zijn. Of jij ook blij wordt van mij, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dus je kan een belafspraak inplannen. En wat er nog meer was, ik geef 27 oktober het Zakelijk Winnen Business Event. En dat wordt echt super tof event, kleinschalig, groepje van 10 mensen waar we dus letterlijk mee in beweging gaan komen. En daar heb ik nog één kaartje voor. Dus als je de laatste plek wil claimen, ja, dat kan je doen. En dan zie ik je heel graag 29 oktober. Ja, dus je kunt gaan naar followyourwind.com/Sanne. Daar zie je dus als eerste claim de laatste plek voor het business event. Op welke dag was die? 29 oktober. 29 oktober. Daarna de tweede link is, kun je het boek aanschaffen. Het leven, dat is pas topsport. En als derde kun je dus claim je strategie sessie. Kun je dus een aanvraag doen om gewoon, ik denk dat het een half uurtje is. Één op één met jou even, kennis maken. Ja. Het is gewoon gratis. Is gratis toch, dat gesprek? Ja. Bied je gratis aan voor de kijkers. Dus lieve kijkers, dit is je kans. Ben je echt serieus en wil je meer uit jezelf halen en dichter bij jezelf ook blijven? En je denkt, nou, ik zie wel wat in de missie en visie van Sanne. Vraag dit gesprek aan en kijk hoe je elkaar verder kunt helpen. Nu is er nog even tijd, lieve kijkers, om nog een aantal vragen ook aan Sanne te stellen. Dus doe dat zeker via de chat. Laat het nu weten. Dit is de laatste kans om je vragen te stellen. Ik zag ook wel dat over plannen, daar worstelen veel mensen mee, Sanne. En dat is, we hebben het natuurlijk over plannen, maar dat is ook natuurlijk, heeft denk ik ook te maken met kiezen. En keuzes maken en te durven kiezen voor jezelf. Ja. En Margriet geeft natuurlijk ook wel terecht aan van, ik worstel heel erg met plannen en focus. Ik werk vanuit huis, maar met een jong gezin en ruis. Ruimt ook nog eens. Ja. Dus inderdaad, dat vergt ook meer, vergt eigenlijk nog meer keuzes maken waarschijnlijk. Ja, en het stukje nee zeggen, weet je wel, en ook gewoon dingen anders durven te doen. Kijk, ik heb voor mijn, sowieso staat mijn telefoon nu op stil, maar ik ben daar heel erg keen op. Al mijn notificaties op mijn telefoon staan uit. Dus als ik nu mijn telefoon open, dan zie je geen één rood vinkje. Geen één rood bolletje. Ik zie niet dat ik nu nieuwe mails heb. Ik zie ook niet of ik nieuwe WhatsApp heb. Ik zie ook niet wat er op Instagram is. Dan moet ik echt naar die app toe. Dus dat zorgt ervoor dat je dan niet meteen in die actiemodus komt. Dus echt, iedereen, pak even je telefoon. Zet al die notificaties uit als je dat dan niet hebt. Want dit gaat voor zoveel meer focus zorgen. Want ja, echt, ik zit er ooit in gesprek met mensen. En dan weer ping, wat een WhatsAppje, ping. Dan denk ik, jeetje man, weet je... Wie mag jou uit die focus halen? Weet je wel, ga op je strepen staan. Niemand mag uit je focus halen. En kijk, mij kan je uit je focus halen door te bellen. Of door een sms te sturen. Dat is eigenlijk... weet ik niet eens of je die notificatie van die sms uit kan zetten. Maar dat is de enige manier. De rest kan je mij niet storen. Ja. En wat ik ook zelf mee werk... En Margriet, volgens mij gaat het jou ook helpen.
ik heb altijd, weet je, mijn focustijd. Dus ik weet wanneer ik het scherpst ben, is in de ochtend. Dus dan doe ik mijn focus wanneer ik het scherp ben. Maar plan voor jezelf dat moment en wanneer jij het scherpst bent. Ga dan niet in je mail zitten. En kap sowieso in de ochtend meteen te starten met die mail. Want dan zit je meteen weer in die lagere energie. Omdat er gezeur, gezeik is en veel te doen is. Nee, pak eerst dat ene belangrijke topic op. Waar jij het meest energie van krijgt in de ochtend. Ja. Of wat nog afgehandeld moet worden. Waar je tegenaan hikt. Doe dat als eerste. En dan ga je door in de waan van de dag. Ja. Helemaal mee eens. Ik zat even nog naar een chat te kijken. Nou, het is heel goed van JW. JW heeft het eigenlijk gedaan. Het eerste wat ik altijd doe is die KUT-app geluidjes uitzetten. En 's nachts komt die smartphone de slaapkamer niet meer in. Dus nou, echt heel goed en sterk, denk ik, JW, dat je dat zo doet. Ik vind dit ook wel een mooie vraag nog voor jou, Sanne. Hoe ga je met verlies om in jouw wedstrijden? Hoe ging jij daarmee om? Ja, dat zei ik net al. Weet je, was echt wel learning. En soms was ik dan teleurgesteld. Natuurlijk was ik teleurgesteld, want anders ben je geen topsporter. Weet je wel, als je iets niet gered is, dan baal je en dan ben je gefrustreerd. Maar ik kon dat snel omzetten. En dat is denk ik met alles, weet je. Als je een teleurstelling hebt, je mag echt teleurgesteld zijn met ieder zijn verlies. Geef jezelf ook echt toestemming van, joh, weet je, ik heb vandaag gewoon een baaldag omdat ik heb verloren of dat iets niet is gelukt. Of wat ik heel vaak doe, weet je, ik geef mezelf daar 4 uur de toestemming voor om dat te doen. Daarna is klaar. En dat was dus met die wedstrijd ook, weet je wel. Tijdens die wedstrijddag baalde ik ervan, dan is klaar. Oplossing, modus, wat kan wel. En dat is in de coronatijd ook, weet je wel. Heel veel bedrijven hadden op het begin heel veel shizzle om hem heen. Oké, je mag even balen. Baal zelfs, het is belangrijker dat je dat voelt. Dan kappen, oplossing, hoe kan het wel? Wat kan je anders doen? Wat is er mogelijk? Wie kan je er helpen? Energie omzetten. Ja, mooi. En die tijdspannen, dat je daar 3-4 dagen in blijft hangen, gewoon verkleinen naar 4 uur. En ik denk dat dat ook steeds, hoe meer je dat traint, hoe beter je erin wordt, hoe minder tijd je eigenlijk nodig hebt om die omschakeling dan te maken. Dus ook weer een kwestie van trainen. Ja, dat is echt een mindset. Ja, want ik heb dat pas nog zelf zo gehad. Net voordat ik op vakantie ging, of net rondom de lancering van mijn boek, een super drukke periode geweest natuurlijk. En ik merkte af en toe ook, ik ben moe. Ik heb gedurende een dag. En dan ging ik gewoon echt hier op de bank liggen. En dan zei ik echt zo letterlijk tegen mij, oké, ik heb nu 15 minuten om even uit te rusten, om even bij te komen. Na 15 minuten ben ik weer energiek. Ik zette naar de wekker. En ik dacht elke keer, vond ik het dikt meer als een grapje dan, weet je wel. Dan denk ik, ja. En dan stond ik op en ik, hey, fuck, er is echt gewoon iets veranderd. Ik voel me energiek. Wauw. Dus je geeft jezelf toestemming om dat te doen. Je zet die mindset om. Je geeft even die rust. En dan ga je jezelf opladen. En dat is wel echt heel bijzonder. Ja, mooi. Trouwens, wat ik ook bijzonder vond, Sanne, is dat jij hebt jouw boek gelanceerd. Hè? Het leven, dat is pas echt topsport. Maar dat heb je ook weer op een hele bijzondere manier gedaan, zag ik. Hè, waarin de meeste boeklanceringen, je gaat met z'n allen naar een gebouwtje toe, je gaat daar binnen zitten, er is een spreekster en dan worden de boeken, wordt iets over verteld. Maar voor jou, degene die jij had uitgenodigd of die naar jouw boeklancering mochten komen, was het toch niet zo makkelijk om de locatie te bereiken, toch? Nee. Ik had ze gewoon een straatnaam doorgegeven en daar moesten ze naartoe komen. En toen had ik een soort van, had ik een hindernisbaan gebouwd. Want het leven, dat is pas topsport. Je moet obstakels overwinnen. Je moet uit je comfortzone komen. Dat staat allemaal metafoor voor mijn boek. Dus ik dacht, hoe kan ik het anders doen dan anders? Hoe kan ik het op mijn manier doen? Hoe kan ik het doen zodat ik er energie van krijg? En het was toen ook nog eens net, 1 juli werd mijn boek gelanceerd. 4 juli had ik dat evenement. Dat was de eerste. Vanaf 1 juli gingen alle coronamaatregelen eraf. Het was de eerste keer dat je met 100 man bij elkaar mocht zijn. Maar ik vond dat nog wel iets van, dat kan je niet binnen doen in mijn ogen. Niet met mijn wat ik uit wil stralen. Dus toen is dit evenement voorbij gekomen. Dat ze echt, mijn ouders die wonen op een boerderij. En daar had ik iedereen ontvangen. En dan moesten ze door een natuurgebied heen. Mooie wandeling. Door het water, zwieren over de sloot. Ja, super vet. Ja, maar ik vind het ook mooi. Ook de metafoor, weet je. Ja, het leven zit vol hindernissen. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? En in dit geval zag ik ook, het beeldmateriaal. Het is ook, mensen gingen hier ook samen de hindernissen doen, snap je? Dat is ook natuurlijk heel mooi.
om het ook in het leven weer samen te doen. Dus ik vond het heel mooi om dat zo te zien. Ik zag nog een andere vraag ook in de chat voorbij komen. Dat vind ik ook wel interessant. Je hebt natuurlijk naast dat veldrijden ook een studie gedaan. Welke studie had je gedaan? Ik heb mijn bachelor bedrijfsconsumentwetenschappen gedaan. En toen mijn master management en economics. Oh, en de vraag was, dat heb je dus gedaan. Ja, haal je daar ook nog iets uit, zeg maar? Nu? Ja, ja. Nou ja, kijk, ik heb gewoon een passie voor commercie. En dat vind ik gewoon leuk. Of dat, weet je, dus dat zit er wel in. Dus ik haal er zeker wat uit. En ook wel omdat ik de klanten die ik begeleid zijn veel ondernemers of mensen die in bedrijfsleven. Nou, ik vind gewoon, sta er zelf wel eens af en toe van te kijken, ondanks dat ik zelf niet bij heel veel grote bedrijven kom, dat ik heel snel kan aanhaken bij waar die mensen over praten. Dus ik snap hoe bedrijven processen gaan. Ik heb dat ook een stukje gestudeerd, ook met marketing. Dat is gewoon super tof. Dus ja, aan de ene kant doe ik er geen bal mee, aan de andere kant doe ik er heel veel mee. En natuurlijk ook in mijn bedrijf en ook het stuk, zeg maar, het coaching waar ik mee bezig ben. Maar mijn eigen marketing, ik ben ook daarnaast met mijn vastgoedproject bezig. Dus ja, dus volgens mij is dat super waardevol geweest, al zie ik het af en toe zelf het nut niet van in. En willen we het misschien ook niet zien en willen we de stoere de andere kant. Maar ja, het is je niet voor niets denk ik ook overkomen, weet je. Het veldrijden in combinatie met je studie, dat was de hindernis, daar heb je weer van geleerd. Het is nu ook weer een heel mooi verhaal natuurlijk in je storytelling. Ja, en nu stiekem gebruik je het toch weer wel met de weg die je nu bent in verslagen. Ja, en dat vind ik wel mooi. Ja. Ik zie dat eigenlijk bij mezelf ook terug. Want ik heb dus een IT-opleiding. En eigenlijk ook nooit iets meegedaan omdat ik voor mezelf ben begonnen. Maar toch, ja, ik ben natuurlijk wel heel erg online, weet je. En ik help mensen nu met webinars geven. Ik heb een didactische vaardighedenopleiding gedaan. Dus nu dat ik me zo concentreer als ik help mensen nu met webinars geven. Ik ben je webinar buddy. Dat is mijn dienst die ik heb. Zie ik dat na 10 jaar valt dat toch weer samen. Van hey, ik heb een IT-opleiding, dus ik regel die techniek zo. Didactisch snap ik ook hoe je een webinar moet opzetten. Ik snap ook hoe je eruit kunt verkopen. Er vallen toch weer een aantal puzzelstukjes dan uiteindelijk weer in elkaar, waar je in het begin wellicht het nut niet van inzag. Nee, ja, dat is wel hoe vaak dingen werken. En ook over energie en passie, weet je. Ergens vindt dat zijn weg hoe dat zich bindt. Alleen, het is denk ik ook wel, ja, we hebben weer over toestemming. Jezelf toestemming geven, dat je niet soms meteen het concreet voor je ziet. Maar dat je een zaadje plant, ik ga dit nu doen omdat ik er energie van krijg. Hoe is vervolgens op je pad beland? Soms zie je dat, meestal zie je dat op het begin nog niet. En dat is wel het mooie, van durf de eerste stap te zetten. En wie weet wat eruit gaat komen. Ja. Ja, maar het leven is gewoon te kort om jezelf geen toestemming te geven. Laten we dat ook maar meteen duidelijk maken. Ja. Weet je, het is niet bedoeld het leven om je gewoon naar de kloten te wekken en iets te doen waar je geen zin in hebt, weet je. Dus ja, het is gewoon niet nodig. En mensen die wel jouw passie doen, en die kunnen daar soms wel van ook van leven, snap je. Dus het is veel meer mogelijk dan we denken. Ja. Lieve kijkers, ik ben even benieuwd, wat hebben jullie geleerd uit deze live show? Wat neem je mee naar huis? Laat het even weten in de chat ook aan ons. En dan zullen wij ook nog 2 boeken verloten onder de kijkers. Dus laat eventjes weten in de chat. Wat heb je opgestoken? Wat neem je mee naar huis? Leuk als je dat even deelt gewoon in de chat met ons. Ik ben heel erg benieuwd wat je hebt opgestoken. Dus laat dat weten. Ik zit even te kijken ook naar JW. Die zegt zelf scheikunde gedaan en een mastertitel. Heb je in het echte leven niet heel veel aan. Iets van 10% maar. Ben nu ICT'er. Universiteit van het leven is veel belangrijker. Nou, dat is heel mooi gezegd, JW. En wat onwijs tof dat je hier weer bij de live show bent. JW als trouwe kijker. JW verontschuldigt zich ook dat hij iets later inlogde dan normaal. Maar top dat je er bent. Je bent er wel. Dus laat even in de chat weten. Wat heb je opgestoken van deze live show? Stuur dat in de chat naar ons. En dan zullen wij ook nog 2 boeken gaan verloten onder de live kijkers. We hebben natuurlijk ook al hele leuke
reacties gehad, hè, Sanne, ja, van de, van de kijkers. Dus laten we daar zo nog eventjes naar, naar kijken. Ik vond het ook wel heel bijzonder in een ander interview, hoe jij naar talent kijkt. Hè, want is talent, is dat nou aangeboren of kun je talent nou kweken? Kan je dat leren? Hoe kan je jouw visie daarop op delen? Nou ja, ik denk dat je talent kan trainen. Als ik dus bij mezelf kijk, ja, weet je, tegen mij is gezegd, ja, ja volgens mij zou je niet zo goed moeten kunnen fietsen. En ik denk, ja, hey, joh, ik vind het zo leuk. Dus ik ben het gaan trainen. Of uiteindelijk, weet je, dat is, als je echt doet waar je energie van krijgt, word je er beter in. En omdat je er zo van blij van wordt, wil je er gewoon zoveel tijd in besteden en word je er vanzelf goed in. En daar geloof ik ook echt in. En dat wil niet zeggen dat iedereen topsport kan doen. Maar ja, weet je, je hebt natuurlijk bepaalde talenten, hè, zeg maar, fysieke kwaliteiten voor nodig. Maar ook dat denk ik dat dat overschat is. Dus als het in je mind, als je iets heel graag wilt, kan je veel meer dan dat het aangeboren is. Alleen ja, het is een kwestie van ook gewoon echt, ja, dat gaan doen wat je leuk vindt. Ja, dus dat vuurtje moet er al wel zijn, weet je. Als dat vuurtje aan is, dan ga je er ook geen talent voor krijgen. Nee. Maar dus jij denkt heel erg dat talent ook een spier is die je kunt ontwikkelen. Ja, ja. Kijk, ik kan misschien wel een talent hebben voor piano spelen, maar ik vind er geen bal aan. Ja, ben ik dan een talent? Nee, want ja, ik heb er nooit voldoende tijd en energie in steken dat ik er daar succesvol in word. Ik denk dat het talent is dat iedereen het talent mag trainen om ervoor te kiezen om datgene te doen waar ze energie van krijgen. Kijk, en dan ga je dus je talent ontwikkelen. En dan ga je ook ontdekken van, ja, ben je er goed in? Ja, en ja, het is ook een illusie dat je per se moet presteren en uitstekend moet performen om er gelukkig van te worden. Of om er blij van te worden. Want dat is niet per se nodig. Ik heb ook niet de ambitie om met kitesurfen de beste van de wereld te worden, zeg maar. Dat is niet mijn doel. Wat ik wel heel erg mooi zou vinden is om met kitesurfen mensen heel veel te inspireren. Omdat het heel vaak een metafoor voor het leven is. Weet je, het is best wel een gevaarlijke sport. Dus je moet heel vaak uit je comfortzone. En als je dat dan weer doet, zeg maar, dan voel je weer ook al een bepaald geluksmomentje, een overwinning, een adrenaline. En kitesurfen kan je niet alleen. Weet je, ik heb gewoon een hele goede leraar nodig gehad om dit mij te leren. Omdat het gewoon te gevaarlijk was. En dat zie ik ook weer terug in het leven. Het leven doe je ook niet alleen. Je hebt gewoon coaches nodig. Je hebt om je blinde vlekken te zien. Dus ik zou het heel mooi vinden om daar, ik hoef niet de beste van de wereld te worden, maar ik kan daar wel heel veel mensen mee inspireren. En ik denk zelfs dat er op een gegeven moment gewoon een sponsor naar ons toe komt. En dan verdien je nog eens ook nog geld met je passie, zeg maar. Maar weet je wat mooi is? Maar het is ook afhankelijk van, wat is jouw drive om iets te doen? Kijk, jouw drive is om er anderen mee te inspireren. Maar misschien is het nu ook wel niet jouw drive om de beste van de wereld te worden. Omdat je het nog vrij recent mee bent begonnen. Maar als jij bijvoorbeeld al vanaf jongs af aan, dat jij dus bij je ouders op de camping, in plaats van dat je op een zeilboot ging, dat je misschien was gaan kiten, had je misschien wel die drive gehad om de beste van de wereld te worden. Dus het is ook zo van, met welke intentie ga je iets doen? En zet je iets neer? En dat is alles bepalend hoe ver je gaat ontwikkelen. Voor sommige mensen is ook die fietsen gewoon voor hun lol. Dat is prima. Hebben ze talent voor het fietsen? Ja, misschien wel, maar hun drive is niet groter. En dat is ook prima. Dus ja, het is van allerlei factoren afhankelijk. Ja, en dan ontwikkel je talent niet verder. En wat ik bedoel te zeggen, je hoeft niet altijd de beste van de wereld te zijn, maar we kunnen wel de beste zijn voor een bepaald merk of zo dan, zeg maar. Ja, maar of het beste van jezelf, weet je wel, gewoon voor jou. Hè? Als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Ja, en dat vind ik ook mooi. Jij hebt het altijd over je eigen spelregels bepalen. En dat zie ik ook terug, dat jij dat zelf ook echt doet. Je bent dus gewoon een maand op vakantie geweest. Gewoon, hup, een maand ga je gewoon weg. En dat versta je dus ook onder je eigen spelregels bepalen. Ja. En waar kunnen mensen dat nog meer doen? Hun eigen spelregels bepalen? Want ergens voel ik ook dat stemmetje van, ja, makkelijk praten, ondernemer,
Ik kan dat niet, zo zeg maar. Hè? Ja. Nou ja, het is dus van hoe wil je leven inrichten? Net als straks was Margriet volgens mij ook met plannen. Ook je eigen spelregels. Van ja, ligt je telefoon wel bij je als je aan het werk is? Ook een heel simpele spelregel. Of van waar word jij blij van? Hè? Een van mijn spelregels als ik mensen bel. En ik hoef niet te schrijven, ben ik aan het wandelen. Dat is ook gewoon een spelregel, heel simpel. Maar ook van waar word ik blij van het fietsen? Nou ja, ik wil gewoon 2 keer overdag, minimaal in de week, ook overdag fietsen. Nou ja, het wordt vaak winter, dan ga ik dat ook nog meer doen. Dus dat zijn allemaal spelregels. Dus waar word jij blij van? En wat zou je graag meer willen gaan doen? Dat zijn als het ware gewoon afspraken met jezelf. Die je als het ware heel bewust helder hebt. Ik had net ook een van mijn klanten. En hij is ook aan de slag van hoe kan ik nog meer vanuit mijn gevoel handelen? En hij kreeg de opportunity om een directeurspositie binnen een bedrijf. Hè, om aandelen te kopen binnen een bedrijf. En ja, voor het ego van hem werd dat heel vet gestreeld. Want hij werd gevraagd als directeur binnen een supertof bedrijf. Maar zijn gevoel was meteen, nee, weet je, dit is niet mijn pad. Hij heeft een adviseursbureau en nou, daar is hij een heel ander pad. En hij voelt gewoon, ondanks dat zijn ego, yes, gaaf complimentje. Ja. Dat hij voelt van, nee. En hij zegt, omdat ik mijn spelregels zo helder heb, dat ik gewoon op basis van mijn gevoel die keuze mag maken, dat ik me trouw mag blijven aan mijn pad, in plaats van dat ik door een ander laat leiden. Status. Ja, status. En omdat hij dus wij zijn samen aan de slag gegaan, wat voor hem belangrijk is, kon hij gewoon meteen in 1 telefoongesprek, hetzelfde telefoongesprek, kon hij zeggen, super tof dat je me vraagt, maar dat past niet bij mijn persoonlijke strategie. Ik ga een andere richting op en ik ben echt vereerd. En ja, maar wil je toch niet een kop koffie komen drinken? Nee, dit is mijn keus en dit past niet. Maar hij zei, in het verleden had ik gewoon gezegd, ja, we doen wel een kop koffie. Maar hij voelde al meteen, nee, gaat ook nog tijd en energie erin investeren, weet wel. Ah, en nu is hij meteen duidelijk en is het opgelost. Hij is er zo blij om. En dat is ook een spelregel. Ja, vind ik mooi die spelregels. En nu zat ik er nog even over na te denken. Dat Nicole en ik dat stiekem eigenlijk al heel veel doen. Want wij zeggen altijd van, eerst je lifestyle bepalen en daaromheen je bedrijf creëren. Eerst je lifestyle, dan kijken hoe je daar geld voor kunt regelen. In plaats van wat de meeste mensen doen van, nou, dit is mijn werk. Wat blijft er nog over van mijn lifestyle? Ja. En dan, ja, wat jij ook zegt. Eerst die lifestyle bepalen. Dat is wat jij heel mooi zegt. Gewoon eerst jouw eigen spelregels bepalen. Nou, voor ons is dat er 1, dat we kunnen reizen. Dat we locatie onafhankelijk kunnen werken, bijvoorbeeld. Hè? Dat is zo'n spelregel. Ja. En nu door de corona worden Nicole en ik ook gedwongen om creatiever te zijn. En op een andere manier dat nog steeds te faciliteren. En dan is die call, weet je, we hebben die spelregels. Kijk, we kunnen natuurlijk van alles gaan doen, hè? Maar we hebben die spelregels locatie onafhankelijk. Nicole is nu de video-editor. Dus die doet gewoon voor heel veel klanten doet zij video-editing. Gewoon de video's bewerken. En ik ben de webinar buddy. Ja. We kunnen dit alle twee gewoon op afstand doen. Locatie onafhankelijk past helemaal in onze spelregels. Ja. Het is onze passie, want Nicole is al jaren met video's bezig. Ik ben al sinds 2009 met webinars bezig. Weet je, dus dat is ook, zit weer in onze spelregel. Ja, dus dat is mooi dat je het zegt, alleen je moet dat. Ja. We hebben het ook maar ontdekt door te gaan doen allerlei dingen die we niet leuk vonden en wel leuk vinden. Ja. En dan weet je steeds beter en scherp je spelregels. Ja. En merk ik, wordt het ook steeds makkelijker om ja of nee te zeggen. Want je weet het gewoon. Ja, en als je toestemming daarvoor geeft om echt. He, zeg maar, als je bewust bent van waar krijg je energie van, dat nog bewust gaat toevoegen, dat doe je door middel van om de spelregels van te maken. Kijk, ja, het is gewoon goed om eens een keertje, weet je, dat is hoe ons brein ook werkt, schrijf ze een keer voor jezelf op. Je hoeft er niet dagelijks naar te kijken, maar doordat jij er bewust mee bezig bent om jouw leven te creëren op jouw randvoorwaarden, op jouw basis van jouw spelregels, gaat er ook voor zorgen dat je het gaat doen, want geleefd worden door zelf je leven te bepalen, zit een grote stap tussen. Ja, en dat is belangrijk dat je hierin de stapjes gaat zetten. Dus zet het een keer op papier, dat is slim. Ja, geweldig. Sanne, ik wil je echt super bedanken voor je tijd en alle inzichten die je met ons hebt gedeeld. We hebben natuurlijk nog twee boeken te verloten. Ik zag al wat chatberichten binnenkomen. Zoals Margriet die zegt, geleerd, duidelijke keuzes maken, plannen in blokken, meer nee zeggen tegen anderen, meer ja tegen mezelf. Gevoel plus mind, nog meer inzetten. Plannen kan ook op een creatieve manier.
Ja, heel mooi, Margriet. Egbert zegt energiemanager. JW zegt geleerd schakeltijd voor jezelf nemen en niet te hard rennen. Vind ik ook een hele mooie. Krippel geeft nog aan, super bedankt Sanne. Rondi geeft nog aan, het is altijd gaaf om iemand te horen die gepassioneerd is. Aan wie zou jij graag gedurende deze liveshow je twee boeken willen geven, Sanne? Ze verdienen het natuurlijk allemaal. Jullie verdienen het ook weer. Super, dankjewel. Ja. Super, dankjewel voor het kijken. Nee, aan Margriet en aan Krippel drie keer X. Ja. Hoe kunnen ze even contact met jou opnemen? Dus, als jullie mij gewoon eventjes... Zeg maar. Als jullie gewoon een mailtje naar mij toe sturen, sanne@sanneverpaassen.nl, of via Instagram even een berichtje sturen met jullie adres, dan zorg ik dat de boeken naar jullie toe komen. Oké, dus Krippel en Margriet, neem even contact op met Sanne. En dat doet me meteen nog denken aan het Instagram momentje wat we altijd tijdens de liveshow hebben, Sanne. Ik heb hier op jouw Instagram er even bijgezet, dus apenstaartje Sanne van Paassen. Wat we altijd met z'n allen doen, jullie weten het natuurlijk, kijkers. We maken altijd nog even een Instagram fotootje. Dus iedereen, pak even je telefoon erbij. Maak een foto van de liveshow en deel het op Instagram. Je kunt ons taggen, apenstaartje Nicole Stijn en apenstaartje Sanne van Paassen. Hartstikke leuk dat je dat zou willen doen. En zet er natuurlijk een leuk tekstje bij, dat je de liveshow aan het kijken bent. Of dat je wat je geleerd hebt vandaag, wat je meeneemt. Komt-ie Sanne, fotootje. En lieve kijkers, jullie mogen ook een fotootje maken en kunnen die ook delen met ons. En we gaan nog twee boeken verloten. Dus we hebben er al twee verloot. Die gaan naar Krippel en naar Margriet. Hoe kun je in aanmerking komen voor de volgende twee boeken? Onder deze video, onder de comments of in de comments van YouTube. Laat daar ook een reactie achter op deze video. Bijvoorbeeld met wat heb je geleerd? Van deze live show. Laat dat dus weten onder de video in de comments. Dus niet in de live chat, maar echt onder de comments onder deze video. En dan gaan wij deze week daar ook iemand uit selecteren die de andere twee boeken nog gaan krijgen. Dus leuk als je dat zou willen doen, kun je onder deze video doen. Onder de comments. En natuurlijk dank je wel als je de video ook een duimpje omhoog wilt geven. Dat helpt altijd met het algoritme in YouTube. En komt deze kennis gewoon bij meer mensen terecht. En ik denk, ja, hoe meer mensen dit weten, hoe meer mensen dit weten die in jouw omgeving zitten, hoe leuker het wordt voor ons allemaal. Dus je mag deze video ook zeker delen. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe live show. Volgende week vrijdag 16 oktober. En gaan we het hebben over van een 70-urige werkweek naar een 20-urige werkweek. Daar gaan we het over hebben. Wie hebben we daarvoor voor uitgenodigd? We hebben daar Healthy Chef Kok Matthijs Vriesen voor uitgenodigd. En je zou denken, een chefkok, gaat die dan vertellen over een 70-urige werkweek naar een 20-urige werkweek? Maar het is wel een heel bijzonder verhaal wat Matthijs heeft. Want Matthijs die werkte dus echt als chefkok in een restaurant. Dan werk je gewoon 70 uur. En hij heeft tijdens die periode dat hij die 70 uur per week werkte, heeft hij een concept bedacht, waardoor hij eigenlijk in 2 dagen zelfs meer verdiende dan in die 70 uur per week werken. Dus dat is ook weer hoe creatief hij daarin is en hoe mooi en dat ook alles weer mindset is. Hij was toen nog steeds chefkok, maar 2 dagen in de week in plaats van 5 tot 6 dagen in de week. En we gaan het met veel meer dingen over hem hebben, want Matthijs Vries is ook tv-chefkok. Hij heeft 10 programma's gemaakt op tv, onder andere op RTL4 en NPO. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij op tv is gekomen. Hij heeft zelf meer dan 500.000 kookboeken uiteindelijk ook verkocht. En verkoopt hij nog steeds. Zijn boeken worden nog steeds gekocht. Voor zijn online cursus Healthy Chef heeft hij 25.000 cursisten aangetrokken. En hij helpt nu tegenwoordig ook ondernemers om zakelijk te vlammen zonder op te branden. Dus we blijven in het kookthema daarmee ook.
Ik denk weer een heel inspirerend verhaal voor iedereen met Matthijs Friese. Dus volgende week, je kunt je straks weer aanmelden. followyourwind.com/liveshow. En dan kun je je aanmelden voor de show met Matthijs. Dat was het voor nu. Sanne, ik wil jou super bedanken voor deze liveshow. Het was echt te gek. Je hebt mezelf ook weer inzichten gegeven. Hoe ik mezelf ook weer meer toestemming mag geven om echt in mijn energie gewoon te werken. En dus daar ga ik nog meer toestemming voor geven. En mezelf het ook nog meer gunnen, weet je. Net als gisteren al een beetje stressvolle dag. Gewoon, dan ga ik gewoon beter regelen. En meer sporten tussendoor. En meer dat ommetje maken. En het gaat niet om hoeveel uur je achter die computer zit. Maar het gaat meer om hoe creatief je bent. En dan kan het in veel minder uur. Zo is dat. Ja, en met dus, welke energie je dingen doet. Want dat is denk ik belangrijk, weet je. Juist. Dus het kwam precies op het juiste moment. Dank je wel daarvoor. En alle kijkers ook, jullie super bedankt dat jullie hier weer aanwezig waren en voor het stellen van jullie vragen. En ik zou zeggen, tot volgende week. Ciao, ciao. Doei. Ciao, ciao. Sanne, blijf nog even hangen, want als vriend van de show geven we je nog even een Follow Your Wind t-shirt. Dus die kunnen we even samen gaan uitzoeken. Tof. Yes? Leuk. Ciao, ciao. Fijn weekend iedereen.